Yes, dames en heren, Minecraft Thumpy Up, let's go! Ik heb er zin in en ik hoop jullie ook. We gaan er weer tegenaan. Let's do this. Ah. Hallo everybody, welkom bij de stream en allereerst Kaboempatsé! Max Verstappen kampioen jongens, oh boy. Ik ben trouwens niet alleen, ik ben hier met Turini, hallo! Oh, schreef me kapot. Ja, nee, hoi, hallo, hi. Hi. Jongens, heerlijk wakker geworden allemaal natuurlijk, want wat een nationale feestdag is het 12 december voortaan. Ik bedoel, Sinterklaas kan opbokken. We hebben nu Max Verstappen op 12 december gewoon kampioen. Lekker jongens, woehoe! Yeah, applausje voor Max en Red Bull. En Monster. Yeah! Hebben ze goed gedaan, nice. Maar wou ik even zeggen, wou ik even kwijt. Kijk, ik zit niet op Twitter alles vol te spammen en weet ik het allemaal over Formule 1. Maar ik kijk het al wel, ja, ik vind het heel leuk. Alright, we zijn weer live, we gaan er weer tegenaan. Gisteravond was ik lekker aan het zuipen, flesje wijn erin en een biertje. En toen dacht ik van, nou, ik ga lekker gewoon... Lekker in de fight, maar ik heb het nieuws uitgezet. Ik wilde ook niks horen. Ik denk, als ik ga streamen, dan gaan we het alleen maar hebben over Toto Wolff, die weer in hoger beroep gaat. Ik denk, ik zet mijn telefoon uit. Of uit niet. Maar ik heb niet meer op internet gekeken naar niks. Ik heb vandaag pas voor het eerst gekeken naar nieuws. En ik zag inderdaad dat alle mensen zich druk hebben gemaakt over eventuele tegenslag. En heb ik niet gehad. Ik was gewoon blij daar, Jaron. Jingo all the way up. Je zou bijna vergeten dat het kerstmaand is, jongens. Je zou bijna vergeten dat het kerstmaand is. Gentlemen, dankjewel voor je 100 bits. Maar eerlijk, het was mega spannend. Beste seizoen ever. Ik denk in ons leven dat het sowieso wel de spannendste is. Ja, ik denk voor iedere Nederlander die fan van Max is, dat sowieso de spannendste race ooit was. Of in ieder geval niet de spannendste race, want het is een race vond ik niet echt spannend. Ik zat alleen maar te wachten op die karma. Weet je nog, Trine, dat ik zei karma ja. Komt. Karma ik komt. Ik zei elke keer, nou zet de tv maar uit, want dit is... Zet de tv maar uit, ja, zei iedereen. Ik zeg nee, niks meer. Karma komt, hij komt eraan. Het kan niet zo zijn dat Hamilton Schumacher inhaalt. Kan niet, er moet een vinger zijn, die tikt zo een autootje weg en daar was hij. Daar was de niet dat ik er toen in geloofde, maar goed. Ik heb gewoon keelpijn van schreeuwen en ik ben helemaal niet van de sport... Of iets, maar dit... Ja, dat was leuk. Ik zat helemaal te shaken zo. Echt na de race. Oh, man. Dus toen dacht ik van, nou, dan tank ik er maar een fles wijn in. En dan gaat het wel weer goed. Karma bestaat, inderdaad. Maar, tot zover. Natuurlijk gewoon leuk. Formule 1 was geweldig. Chapeau. Ik heb hem niet meer, dus ik moet gewoon... Gewoon je bek houden als je er zit. Inderdaad. Ik ben al stil. Gentlemen, dankjewel voor de 100 bits. Het was echt inderdaad knettertje spannend. Maar, vandaag... Gaan we lekker de Minecraft-wereld in. Even relax, even bijkomen. Ons hart is natuurlijk echt op hol geslagen gisteren. Ik ben 10 jaar ouder. Ik zie er ook 10 jaar ouder uit. Trine is ook 10 jaar ouder. Dus we moeten even... Ik kom er niet in. Jij wel? Ik kom er wel in. Heb je 1.18 aanstaan? Ja, maar er staat een kruisje. Ja. Je moet even Minecraft opnieuw aanzetten. En dan bij de start doe je even 1.18 aan. Gewoon de nieuwste update. Ja, doe ik even opnieuw opzetten. Ja, in de lounge moet je dat doen. Ja. Maar het was allemaal veel te spannend, super slecht voor mijn hart. En ik leef nog in ieder geval, gelukkig. Maar het had niet veel lang geduurd of ik was gewoon eraan. Ik was er bijna aan. Oh man, een essentieel die bult. 1.18.1. Is er al 1.18.1? Ja, nou die andere, daar kan ik niet in dus. Ja, dat zal wel dan. Ik ga die wel even proberen. Ja, is goed. Ik kon de wedstrijd meegenieten van mijn buurman. Nice, lachen man. Oké. Okay. Zo, even restart. Mijn hersenpan. Tot zover Max. We kunnen het nog uren over hebben, maar het is gewoon nice.
Het was gewoon lachen en we hebben genoten. Dit is ons gebouw waar we natuurlijk laatst mee bezig waren. We hadden hier wat bankjes en dingetjes. Rob was al bezig met de shop. Ik weet niet wat er nog in zit en wanneer dat erin komt. We hebben heel Noorwegen een beetje verkend hier zo. Dus dat is wel fijn. We kunnen nog veel meer verkennen natuurlijk. Volgens mij was mijn zusje ook weer in de server. Dus de server is weer wat actiever. En we kunnen een beetje kijken hoeveel er per dag online zijn. We meten het even en dan zien we gewoon van... Oké, zoveel uitnodigingen kunnen we binnenkort eruit gooien. Dus it will be a nice Christmas. It will be a nice Christmas. Even het 18 is uit omdat er een kwetsbaarheid is gevonden. Heel veel belangrijke dingen. Ah, oké. Heb ik die ook? Mike heeft even 18? Ik weet het niet. Het zal wel. Ik heb de nieuwste gewoon aanstaan. Het zal wel. Hello! 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 Nou, dit is ons huis. Vet cool. Vet blij mee natuurlijk. Hè. Dit is echt fantastisch. Dit is echt het mooiste ooit, jongens. Niet te geloven. Ja, nice. Ja, we moeten alleen echt alles nog aankleden met potjes en dingetjes. Kun je hier ook in zitten dan? Nee, dat komt nog in de update. Dan, hier komen echte stoelen te staan. Dus dit is zeg maar nog niet echt helemaal realistisch. Wat ik wel vet vind is de minimap. Als je kijkt... Oh nee, dat zie je niet zo. Maar dat zie je alleen zo. Op de kleine minimap links. Dat huis ziet er heel grappig gedetailleerd uit. Omdat hij waarschijnlijk gewoon dit ziet. De stoelen en zo. Ik heb geen map. Gakstaaf, gakballen. Mark, yo, ouwe rukker. Ouwe knoepert. Ja, dit is in ieder geval ons huis. En that's it. We moeten hier even een mooi pad maken, Trien. Alles belangrijk om... Hey Mark, alles goed? Ja hoor. Hier moeten we een mooi pad aanleggen. Zodat dat in ieder geval mooi doorloopt. En dan ga ik hier wel wat sters in gooien, zodat dit wat beter doorloopt. En misschien moeten we er dan... Ja, we moeten even kijken wat mooi is. We moeten wat mos hebben en weet ik het dan. We moeten een beetje over gaan hangen. Leaves en zo. Dat dit echt gewoon iets heel vets wordt. Dat is het echt belangrijkste. Maar we zijn aan het schetsen, dus we moeten nog niet te gedetailleerd doen. Dat zag ik altijd maar. Dus dat ga ik ook zeker niet doen, dames en heren. Maar ik probeer gewoon een beetje mijn best te doen, oké? Ja. Was iets met de Logivier en een soort plugin waarin een errors ontstaan en zo. Ah, oké, Pil. Nou, het zal wel goed zijn bij mij. Expeditie Winter Robinson Schaats. Expeditie Robinson. Oh, dat was ons idee die we er bezig mee waren. Ja, klopt. En dat is volgens mij al gemaakt, hè, de schaatsbaan. Dus dat is nice. Zometeen zullen we het zien in de chat. Dan zegt de Skype, ja, heb ik gedaan. Oké, ik maak even nu simpel wat Cobblestone Stairs om een klein beetje gewoon de feeling te krijgen waar stairs komen. Zo. Zo. Ja, ik heb schaatsbaan gemaakt. Zie? Dat wist ik. Nice. Heel goed. Very nice. Gaan we binnenkort bekijken. Gaan we even schaatsen. Even skaten. Skaten. Skatebaan. Veel leuk. Maar Mark, hoe is het met jou, jong ouwe rukken? Ja, goed, goed. Hoe voel je de race? Ik heb gisteravond laat naar werk nog teruggekeken. Van ik had hem opgenomen. Ja. Ik vond hem... Het begin was een beetje saai, maar uiteindelijk... Mark vond... Ja, dat was wel lekker, zeg maar. Ja, niet ineens dat ik het... Ik had het niet verwacht. Je had het niet verwacht, maar je keek terug. Je wist al wel dat Max kampioen was. Ja, dus je had het eigenlijk wel verwacht. Maar je zou niet verwachten dat het in de laatste seconde gebeurde. Ja, mijn collega die zat me al in de hoofdletters te appen. Dus ja. Ja, dat geloof ik. Nou, ik raakte echt spontaan in de hevige diarree. En nou, het was niet normaal, Mark. Ik heb echt alles... Ik heb stalkpoeder gebruikt. Ik heb echt alles ondergekakt, Mark. Alright. Nou, weet je wat we moeten doen? Veel hout hakken. En we zien het wel. We maken dit pad in ieder geval hier. Wat voor hout heb je nodig qua bomen? Maakt niet heel veel uit. Spruce wood hebben we heel veel nodig trouwens voor gebouwen. Oh. Maar waar staat dat bij ons? Hebben we niet hier staan. Moeten we even Moet je planten. Bij mij in de buurt zijn? Moet je bij mij in de buurt? Oh. Ja, maar we kunnen het ook gewoon weer terugplanten. Ik haal wel saplings, dan planten we die hier een hele zoot en dan komt het goed. Sowieso vind ik dat soort bomen beter passen dan deze bomen. Dus al deze bomen mogen we weghakken, ja? Welke? Al deze bomen. Alles mag weg. We gaan gewoon alles weghakken. Dat is altijd goed. Ja, dat was een dikke wedstrijd. Dat sowieso. Was holy moly, man. Lekker. Maar we hebben in ieder geval een schaatsbaan. En die schaatsbaan bevindt zich hier. Ik had er toen al een schaatswedstrijd ding neergezet. Dus dat zal zich ook wel hier ergens bevinden, denk ik. Achter Mark. Achter mij, oh. Ik zit wel verkeerd. Ik ben voor mij. Nee, ik denk... Net onder, ja, Mark. Ja, ik plaats ook even een beacon. Ja, nice. Lachen. Dus daar kunnen we een keer schaatswedstrijd houden binnenkort. Ik denk in boten gaan we gewoon kaart knallen in de server. Dat is wel lachen. En ondertussen moeten we alle bomen hier weghakken. Zijn het toch niet zo Je kunt nu erop drukken als je hem wil adden. Schaatsbaan. Als je daarop klikt. T en dan klik je daarop. Even kijken, dan kunnen we precies zien waar die is. Oh, daar. Nou, oké. Dan kan deze weg. Teleport to this waypoint? Nee.
Het wordt een beetje donker hier. Zo, die is weg. Wordt het donker? Oh nee, we gaan allemaal dood. Oh, het wordt donker. Oh nee. Here we go. Gisteren even een Amplified wereld gemaakt. Ja, dat is ook altijd vet. Alleen, het kost te veel geheugen, Amplified. Voor in een server, zeg maar, met veel man, is dat echt even helemaal pure kak gewoon. En hier zit op zich een paar leuke hoge bergen in, maar niet te gek. Dus dat is ook wel relaxed. I like it. It's good. It's very good. It's very good. Is dat hetzelfde pas de paardenren? Ja, alleen dan over het ijs. En we moeten even een datum prikken waar wanneer we dat gaan doen. Ik weet niet. Kijk eens. Ja, nou ja, zelf kunnen we beter een datum prikken. Ik ga eens even kijken in mijn agenda. Wanneer kunnen we een schaatsbaanwedstrijd houden? Wat is een mooie datum? Hij heeft ook echt koek en zoopie neergezet. Deze week op zich is goed te doen, dus... Ja, denk ik donderdag? Wel. Misschien? Dan heb ik een ochtenddienst, dus dat moet wel kunnen. Ja, dan heb ik het over donderdagavond. Ja, dan kan ik wel. Tijdens de 12 uur stream? Ja, maar dat is pas 8 januari, dat duurt nog heel lang. Dan is je schaatsbaan alweer ontdooid, hè? Climate change, everybody gonna die! Je weet toch, kom op man. Weet je hoe snel het gaat? Het is afgelopen 150 jaar een halve graad gestegen, hè? Al het ijs weg. Dus we moeten echt wel snel zijn. Als we nu wachten, dan straks het water... Ik ga niet voor niks op een berg leven hier, hè? Straks is het water gewoon zo hoog. Kan niet anders. Een bergklimmer. Ja. Dat is allemaal omdat ik slim ben gewoon. Ben je vandaag vrij, Mark? Ja, ja. Lekker, Mark. Ik heb vijf dagen gewerkt. Zo, lekker, ja, Markie, jongen. Dat heb ook een tijd, dan wordt het nice. Ouwe knoepet. Alleen een beetje laat wakker. Oeps. Ja, ben je net wakker? Twee uurtjes. Ah, nou ja, lekker toch. Lekker uitslapen is verdienenloon. Als je nodig gaat, maar. Ja. Nee, koeienmelken denk ik niet. Ik heb dat niet. Ik heb me daar niet in verdiept. Dat is te laat. Maar maakt niet uit. We hebben nog veel te veel farming. Ik kom daar niet in die roleplay. We hebben onze eigen server. And that's nice. I like it, okay? It's good. It's nice. Maar de populatie van de ijsberg is nooit zo hoog geweest. Oh. Ja, dat klopt. Die gaan lekker. Zo, leg even hier een beetje neer. Ben je helemaal weggehakt, hè, of niet? Nou... Even kijken hoor, waar zit jij? Gewoon hier, achter in de map. Ja, daar. Ja. Vooral hierachter op deze berg, denk ik. Dat wel mooi is om nog weg te halen hier. Want dit gaan we echt volbouwen, dit hier. Dus beter aan deze kant, zeg maar. Als je me ziet... Ja, achter, gewoon exact erachter, zeg maar. Ja, hier zo. Ja, en ik plant ook gewoon soms weer een sapling terug, maar hoeft niet in principe. En ik denk dat het wel slim is om hier een deur tussendoor te maken. Wij hebben niet veel plugins, alleen dat we een clan hebben en dat soort dingen. En we gaan misschien stoelen erin zetten, zodat we iets beter kunnen decoratie kunnen doen. Maar we willen wel gewoon normaal. Vanavond doen we farming, dus voor alle mensen die het vragen, jongens, meld het. Vanavond doen we farming, oké? Vanavond is farming. Je bent echt van chillstreams. Wat zeg je, Mark? Ja, je bent echt van chillstreampies. De chillstreampies? Wat is de chill aan Minecraft? Minecraft en farming zijn de chillstreampies. Nou, ja, het is gewoon Minecraft. En gewoon farming. Dat zijn de games die ik leuk vind momenteel. Prettige kerstmis allemaal. Nou, jullie ook allemaal, Psycho. Fijne kerst, ouwe knoepet. Zo, ik denk dat we hier wel een poortje kunnen maken, zodat we hier ook gaan. Ja, dat klopt, ja. Dat is wel nice. Heb ik nog de ster bij me? Yep. Ster, zo, die plaatsje waar hier. Hier kunnen we dan misschien wel makkelijk even erin en eruit rennen nog. Waarschijnlijk verlagen we het iets of zo. Maar dat is wel relaxed, dat we in ieder geval meerdere kanten dit gebouw even in kunnen. En dat het niet heel erg opvalt in het gebouw. Misschien dat we nog iets aanpassen de buitenkant, maar dat komt wel goed. Farming is hard werken, inderdaad. Mensen vergeten dat, maar... Farming is very hard working. Het is gewoon nice, gewoon een goede game. Het is gewoon een goede game. Oké, dit ziet er ook allemaal wel goed uit. Dan kunnen we denk ik dit hier weghalen. Iets vlak houden. En dan moet ik zometeen wat spruce wood zien te verzamelen. En dan kunnen we een beetje gaan kijken waar komen de rest van de huizen. Hoe gaan we het pad laten lopen. 15e gaan we GTA doen. Maar ik denk dat ik dat ook opneem. Vooral eerst. Dan gooi ik op YouTube. En dan kunnen we denk ik in de stream wel de side shit bekijken. Ik gok zoiets. Wanneer is dat de 15e? Dat is niet morgen, maar woensdag. Want dan is met schaatsbaan natuurlijk niet handig. Is dat nou donderdag? De 15e? Ja. Nee.
Donderdag is 16. Nee, dus woensdag is de GTA-update. Of niet? Ik heb echt hulp nodig. Ik kan het niet meer. Ik weet het niet meer. Je wordt oud, hè? Nou ja, ja dat is het. Woensdag. Oké, is woensdag. Oké. Even kijken hoor, want we zitten hier... Ja, misschien moeten we dit zand hier gewoon tegenaan bouwen of zo. Dat schapen is niet echt handig, jochie, wat je daar hebt gedaan. Ik maak je wel dood, ik ga je uit je lijden verlossen. Nou, god, swarma. Swarma! Lekker swarma! Broodje swarma. Lekker hoor. Jingo bell, jingo all the way. Maar ik zit aan de hevige diarree. Nee, dat is niet waar trouwens. Belg doet games, dankjewel voor je 100 bits, jongen. Volgens mij ben jij een Belg die games doet, of niet? Ik vraag het voor een vriend. Oké, dus het is niet dat ik gewoon iets raars wil vragen. Ik vraag het gewoon voor een vriend. Maar kan dat zo zijn dat jij een Belg bent die games doet? Ja, ik weet het niet zeker, hè? Let me know. Let me know. En dankjewel voor je 100 bits. Thank you so much, my friend. Thank you for your support. Ja, nieuwe DLC. Ja, klopt. Oké, dan gaan we de woensdag doen. Nou, dat is best. Dan weet ik dat. Goed dat je het zegt. Misschien hebben we dan donderdag ook gewoon... Dan gaan we niet schaatsen. Dan gaan we denk ik eerst de GTA maar eens even goed bekijken. Jammer dat ze het niet gewoon op een dinsdag doen, die update. Ik wil gewoon... Kaksoi, man. Alright, here we go. Dan hebben we die bomen daar weg. Deze berg weet ik nog niet precies wat we mee moeten doen. Ik denk ietsjes vlakker maken dat we hier een pad achterlangs kunnen laten lopen. En misschien hier wat gebouwen. En dan kunnen we daar nog wat dakkapelletjes op maken. Ik denk dat dat wel mooi is. Dan breekt het die dikke plateau hier zo een beetje zo. That's nice. En je ziet ook wel dat deze berg sowieso hier wel heel stijl loopt. Dus hij mag iets minder stijl lopen. En dan... Nou, dan moeten we even kijken. Lekker al het zand hier weghalen. Lekker zand weghalen. Zo, wil wel een beetje natuurlijk houden natuurlijk. Klein beetje natuurlijk houden. Klein beetje niet helemaal. Gewoon een beetje wel hier. Zo. Nou, hier kunnen we dan misschien wel een huis op maken nog. Een steegje tussendoor laten lopen. Ik weet het niet. Als ik even op de minimap kijk. Laten we even kijken. Dit is onze mine. Dus daar minen we. Mine? Wow! Mine. Ja, mine, ja. Ben je al mine met een mine? Huh? Snap je hem? Hey, ja. Ja, oké. Dat is dat. Dat is Mark. En hier hebben we een heel mooi overgangetje. En het lijkt mij vet om hier toch die weg op een of andere manier wat hierin gaat. Moeten we misschien toch aan de achterkant ook doen dat we de troon aan die kant neerzetten. Kan allemaal nog veranderd worden. Dat we hier deze toch hier door laten lopen. Dat we hier meer een doorgang creëren. Snap je? Dat we de troon aan die kant hebben of zo, de eettafel daar. En dat we hierdoor toch naar buiten kunnen lopen in de toekomst. Plannen wijzigen alweer. En als dit dan zo loopt. Moet even kijken, misschien wel hier onderdoor of zo. Dat we hier huis op hebben waar je onderdoor kan lopen. Zou een vet iets kunnen zijn. Dus laten we even kijken hoe dat zich gaat uitpakken. Dan stel het zou zo zijn. Dan weet ik in ieder geval dat ik deze gang hier heb gemaakt. Dikke dubstep op de achtergrond, jongens. Dus dan weet je dat het goed gaat. Dubstep, wat? Oh yeah. Technowolf van een trollrace trouwens. Welke trollrace? Van vandaag? Of... Nee, die is nog die niet... van gisteren. Ja, die is nog niet online. Oh ja, nee, die van laatst. Die ene moeilijke, ja. Dat was wel een leuke. Ja, dat was geniet hoor. Dit zou kunnen, man. Dit zou vet zijn. Ja, dat je toen tegen mij zei van ja, ik ben bijna klaar met opnemen. Toen duurde het nog 3 uur of zo. Ja, ja, nee, ja, dat duurde nog heel eventjes toen. Ja. Ah, ja, dat was de upload van gisteren. Het was nice, maar we hebben hem wel gehaald door gewoon door te zetten. Dus dat was nice. En dan het mooiste is, waarom neem je niet even een keer gewoon de moeite om gewoon te zeggen welke race het is. En een linkje te plaatsen. Ik heb hem in elke video, zie je de naam in beeld. Dus voor alle mensen nogmaals een tip. Als je wil weten welke race doe, in elke start van de race, waar we net voordat we wegrijden, zie je de naam van de race die we spelen. Kun je overtypen en dan kun je het spelen. Haha. Dus dan weten jullie dat. Oké. Ah, dit is wel top, denk ik. Zullen we dat doen? Jullie zijn heel slim en zo. Jullie zijn heel cool. Wat doen? Nou ja, de vragen aan de kijkers meer van dat we hier een poort toch maar doorheen gaan maken. Is goed. Maar maak hem dan ook een beetje in, hoor. Wegenstijl. Ja. Poort.
Natuurlijk, het is hetzelfde als deze kant. Een poort gewoon. Maar dat is de, ik denk dat dat toch beter is dan dat we nu hebben. Ik denk serieus dat dat wel een beter... goed idee. Oké. Okay. Nou, daar gaan we hiervoor. Dus dan gaan we de troon verplaatsen naar de zijkant, links. En dan, ja. Alright, dit is top. Dit is een super lekker idee. Dit is fantastisch. Oké. Okay. Haal dit snel van me weg zo. Kunnen we hier de poort maken. Dus dit is dan meer een pad eigenlijk, waar we er gewoon tussendoor kunnen lopen. Zo, wow! En dan, yeah! Woo! Nou, dan loop je hier zo doorheen. Ik ga even mijn saplings weggooien, pak ik deze op zo. Dit zal dan nog eentje lager worden, dus dat is gewoon één laag. Dan kunnen we hier bovenop weer huizen bouwen waar je dan onderdoor kan lopen. Ik denk dat dat wel cool is, dat is wel gaaf. That's nice. Zo. En dan komen we hier uit. En dan wil ik eigenlijk een pad maken en dan zouden we eventueel een brug daar naartoe kunnen maken. Naar dat eiland. En ik denk dat dat wel vet is. I think that's nice. Alleen het is wel echt een mega bridge. Dus die zouden we dan ook weer met steen even wat meer zo moeten maken of zo. Maar dit keer doen we niet helemaal een poort waar je doorheen kan. Misschien wel, moet even kijken. Maar hier maken we dan een bruggetje of zo die dan zo loopt. Snap je? Ik denk dat dat wel vet is. En die kunnen we dan zo schuin laten lopen. Dus dan doen we een schuine brug maken. Dus dan maken we een rots die zo loopt. Mark was AFK. Ja, eventjes. Oh, Mark is aan het AFK minen hier, hoor. Nee, ik ben niet aan het minen. Ik sta even stil. Oh. AFK minen, Mark. Hoe gaat het met je muren, Mark? Ben ik mee bezig. Lekker bezig, lekker bezig. Alright, dus dan hier zo. Hoppa, hoppa. Ja, dan zou die hier ergens heen moeten gaan. Dus als we dan hier een pad... Moest aanzetten. Ja, dat is geen probleem. Wat moest je aanzetten, Mark? Een render. Een rendertje, nice. Maar dan lopen we hier doorheen. En dan gaan we daar naar de brug, dat is goed. En Rico, welkom bij de stream, man. Leuk dat je er bent, gezellig. Hoe is je stream tot nu toe al? Ah, de stream is altijd lekker gezellig, man. Weet je, met jullie als chat, dan is het altijd nice, toch? Oké, okay. En dan zou die... Bloemen fix voor die bijen. Haha, kun je zien hoe lang je nog sub hebt? Ja, volgens mij ergens op de computer, maar dat is lastig te zien. Waarbij je een account instellen. Nee, we gaan geen muur bouwen om Noorwegen, want we wonen op een eiland, dus we hebben het niet heel erg nodig. We bouwen een soort van muur, meer een kade helemaal, dus het staat echt op een rots. Zo moet je het zien. En dan bij deze brug daar, zo dan kun je hier sneaky heen lopen en dan zal hier wel een soort beveiliging komen. Maar je moet toch een muur bouwen, voordat Zweden je aanvalt? Ja, we staan wonen op een eiland. We moeten even kijken hoe we dat gaan doen. Je kunt over een klein deel iets een muur maken. Maar daar woon ik op een eiland. Kijk, dit is ons eiland. We gaan dit helemaal water maken. En dan hebben we een eiland waar ze dan hier overheen moeten. En dan kunnen we dat beveiligen. That's how we do it, man. That's how we do it. Oké, laten we zeggen dat dit misschien de hoogte is. En dat we vanaf daar een brug maken of zo. Oh yeah. Ik zou een muur van 30 meter hoog maken. Ja, dat je gewoon niks meer ziet. Dat je denkt van oké, dit is nice. Gewoon niks meer te zien. Alles is alleen maar muur. Fantastische wereld. Alright. En dan moeten we deze een beetje van binnen naar buiten laten lopen. Dus ik vond het niet helemaal mooi. Oké, alles weggehaald. En... Dus misschien zo. Dan we vanaf hier zo lopen. Zo, zo. En dan nog eentje verder of zo. En dan zo. En dan zo. Zo. Oké, come on. Hier zo heen. Hier heen. Zoiets. Dus dat het een klein beetje in een bepaalde ronding loopt of zo. Even kijken hoor. Maak gewoon een Chinese muur. Ja, dat zou kunnen. Wat voor muziek luister jij? Ik luister geen muziek. Ja, ik denk dat het wat nice is. Dat het een beetje zo rond loopt zo. En dan doen we dat aan die kant net zo. En dan kunnen we er tussen die brug creëren. Dat is wel vet.
Heel veel gemist, Jelle. Dat wil je niet weten, man. Tjongejonge, echt alles gemist. Dan moeten we alleen hier, denk ik, wel wat dingetjes weghalen. Dat is dit lelijke hoekje. Dit vind ik niet echt een bepaald mooi iets hier zo. Zo. Zo, hoppa. Hoe lang speel je al Minecraft? Sinds de game uit is. Dus al wel eventjes. Dus al best wel even. Beetje. Jij, Mark, hoe vaak, hoe lang speel jij Minecraft? Sinds je rapper bent? Nee, geen idee. Sinds Mark rapper is. Ja. Ben je echt productief sinds jouw eerste 12 uur stream die ik op YouTube had gezien. Oh? Dus ik ben ooit 12 uur live geweest op YouTube en toen was jij in één keer actief? Dat was in je eerste servertje. Nice. Je werd gehackt. Oh, dat was de toptijd, ja. Oh ja, dat was echt mooi. Dat was er stond alleen mijn gebouwen nog. Ja, dat was leuk. Dat was een mooie tijd, Mark. Daar hebben we van genoten. Ik sta bij een oude GTA-video te kijken met Born. Nice. Lekker bezig. Hebben we pas nog geüpload ook. Nieuwe met Born, hè. We niet denken dat daar nooit... Oké, heel even kijken wat we hier nog kunnen doen. Wat is mooi. Ja, ik denk dat we gewoon vanaf hier gewoon lekker omhoog moeten gaan, zo. Dus dan maken we eerst wel even een bepaalde muur. Alleen het kakgras zit hier nog en die leaves. Ha! En moeten we nog een kerstboom eigenlijk maken, hè? Oh ja, dat moet ook nog even gebeuren. Ik moet die kist even verplaatsen. Waarom? Spamprotectie. Je kan die kist niet openen. Oh, je kunt die kist niet openen. Dat is niet, dat is niet echt handig. Gooi hem naar het begin van het winkelcentrum. Oké, ja, is goed. Hopla, maar ja, dan moeten we wel die kerstboom al even maken binnenkort. Dus we hebben nog een hoop te doen met z'n allen. Staat een kist met liefst naast het stadhuis? Ja, klopt. Oh, naast het stadhuis. Oké, dan gooi ik de rest daarbij. Nou, moeten we daar binnenkort even aan beginnen. Maar Linda is goede bomen maken. Dus Linda, als je dit hoort... We need a kerstboom. Without Christmas, it's no Christmas, man. Haha. Hatsenflats. Wat Tini en Lau erbij. Oh, Tini en Lau erbij, Mark. Nou, dan wordt het wel een scheldpartij, hoor, Mark. Als er Tini en Lau bij komen. Tini en Lau, Mark weer. Wat ben je aan het maken, Chromo? Ja, ik ben berg aan het maken. Dat is heel stom, maar ik ben eigenlijk met de nieuwe update alleen maar berg aan het maken. Berg alleen maar Chromo. Want, ja, vind ik mooi. Bergen. Bergen zijn relaxed. Dat vind ik gewoon donders mooi. Dat vind ik gewoon donders mooi, hoor ik net hier. Dat vind ik echt gewoon donders mooi. Gewoon alleen maar... Ik maak alleen maar bergen. Dat is nice. Meer bergen, yeah! Weet je, bergen zijn... Is gewoon een koppelgoal, een life goal. Ja, niet, Mark. All you need is een berg, toch? Ik ga die hele berg weghakken. Jij gaat de hele berg weghakken? Mark, ik ben een berg aan het maken, jij gaat een berg weghakken, wat is dit? Hey, ik bedoel dat jij erop een berg weghakken. Nee, ik hak geen berg weg, ik maak de berg groter. Terwijl jullie de berg weer erbij halen, dat is niet te geloven. Of weghalen, dat is zonde. Ik bedoel, wat moet je nou zonder berg in het leven, jongens? Dan had je helemaal geen eiland, niks, hè? Als er geen bergen waren, dan was alles vlak en dan stond waarschijnlijk alles onder water. Want er is volgens mij meer water dan land op aarde. Waar ben je eigenlijk bezig dan? Achter ons huis. Ik ben even een klein beetje gewoon aan het kijken van wat gaan we maken, hoe komt het eruit te zien en ja, dat dus. Een beetje een plateau aan het maken. Dan moeten we natuurlijk nog met stenen aankleden en leaves en zo. Als jij al wat weggetjes wil aankleden, Trien, dan mag dat, hè? Als jij maar het probleem is... Ja? Dat ik daar toch niet goed in ben. Jawel, dat heb je de vorige keer ook heel goed gedaan. Toen was je echt dik pro. Knetter dik pro. Gewoon super pro 6ix9ine. Nou, Mark, jij weet wel wat dat betekent, of niet? Pro 6ix9ine. Hé? Nee. Ah, dat weet je niet. Oh, okay. Nou, dat was het zand. Ha, je bent mijn lievelings-YouTuber. Nou, coole boy, klein boy, dat doet me goed, hoor. Dit doet me goed, hoor. Yeah, 6ix9ine. Yeah. Oh, yeah. Hoppa. Yeah! Oké, ik vind dit er goed uitzien. Loopt daar die bergen een klein beetje zo en dan gaat hij zo lopen en dan doen we dat aan die kant ook. En dan maken we eigenlijk een soort cirkel waar je weer doorheen kan varen. En waar het leven helemaal mooi is en leuk en gezellig. En zo, ga zo door.
En dan kun je dus vanaf hier straks daar naartoe lopen. En dan zal dat ongeveer... Auw. Auw. Ja, ik stoot in mijn hoofd keihard. Ik moet nu huilen. Ik ben bang. Alright, we zijn hier. Dit is een mooie plek. Ik moet alleen een paar bomen weghakken. Want een paar dikke vette bomen staan weer in de weg met een dikke aardappels. Dus die moeten we even weghalen. Ja, koude koffie. Koude koffie, lekker Mark. Mark zit aan de koude koffie te kanen. Eet je het op? Nee. Oh. En waarom zit je ijskoffie te drinken, Mark? Ja. Mark vindt ijskoffie lekker. Weer zo'n kak. Hebben jullie ook zo'n ekel aan deze dikke kakbomen? Ik haat deze bomen. Deze bomen zijn gewoon puur poep. Ik hoop dat deze meevalt, maar ze zijn wel puur poep. Dat is sowieso. Waar is de andere brug? Die is aan de andere kant van dit gebouw. Maar ik wil even een klein beetje de wegen aanleggen. En dan weten we van, oké, aan deze wegen gaan we als eerst bouwen, want die leiden naar Rome. Oh nee, die Rome zit daar. Maar het gaat om het idee. Ja, ik denk als ik die brug zo een beetje bekijk, dan kan het een beetje hier aankomen. Zo. Deze hoeft dan minder ver te gaan of zo. Niet te veel, niet te gek. Want anders wordt het heel lomp en groot. Het moet een beetje natuurlijk zijn. Die steekt wat meer over dan deze. Alright. Dan moeten we even van beneden af hier zo naar beneden kijken. Een beetje al in de natuurlijke grenzen zo. Zo, hier twee. En nog een keer eentje hier weghalen. Hoplatee die weg. Zo. Ja, ik denk dat dit wel oké is. En dan herhalen we dat gewoon hier ook een beetje. Ik ga even slapen. Ja, is goed. Dat is al gedaan, toch? Of niet? Nee, ben ik nu aan het doen. Nice. It's night. It's day. Als je maar niet een brug te ver gaat. Ik zou niet durven. Anders vallen de doden. Mark, dat willen we niet hebben, hè? Dooien. Ja, Mark wel. Mark vindt het wel leuk als er wat dooien vallen. Op zijn tijd. Wow. Vooral als Rob of zo doodgaat, weet je wel. Dat is Mark, dat vindt dat geweldig. Maar... Ik laat mij Rob zelf doodgevallen. Ja, dat is karma heet dat, Mark. Even kijken hoor. Zo, zo. Zo. Oké. Oké, heel even kijken hoe dit van afstand eruit ziet. Ooit ETS 2? Ja, 8 januari hebben we een 12 uur stream. En daar kun je het kijken. Mijn hond is overmorgen jarig en er wordt 8. Nice, gefeliciteerd alvast met je hond. Even kijken. Hombla. Mark, moet eens even nadenken. Ja, Mark die denkt gewoon van, ja, val me maar kapot. Vind ik grappig. Alright, dit is wel nice. Oké. Dan weten we dus dat hier een pad loopt... Naar hier. En... Daar loopt een pad. Nice. Leuk. Echt heel leuk. Goh, wat ben ik blij dat ik weet waar een pad loopt. Weer zo'n dikke kakboom. Al die dikke kakbomen verschrikkelijk hier. Maar wie heeft er gisteren allemaal de race gekeken? Ik ben er nog even benieuwd naar. Ik sowieso. Ik ben benieuwd. En wat dachten jullie? Wat was jullie moment? Is dat tijd voor bier? Altijd kaas, hamster. Lekker. Nee, Balki heeft er eens niet gekeken. Jelle niet gekeken. Oké. Okay. Je hebt echt een historisch moment in je leven. 6 miljoen mensen keken in Nederland. 6,3 miljoen zeggen ze. Dus dat is een rekening. Je weet het nooit precies, maar... Ja, weet je wat ik ook las vandaag? Nou? Heel veel mensen willen geen Mercedes meer kopen, hè? Ja, dat is onzin. Dat is het 1 seconde zo. Hey, Kippie. Hey, Kippie. Goed Mark, chicks op het eiland hier. Oh, shit. Ik niet, zat de trollbox te kijken. Toch nog één view in die twee uur. Lekker hoor. Hey, ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel mensen totaal wereldwijd die race zaten te kijken. Ik denk een hele hoop, maar ik zou het niet weten. Ik weet niet of iemand dat weet in de chat. Ik heb nog steeds een kater van gisteren. Nice, ik heb me ingehouden. Ik heb expres ook geen pils gehaald. Ik heb 1 fles wijn op en een biertje, Mark. Dat valt wel mee. Ja, dat bedoel ik. Dat is niet zoveel. Ik had echt spijt dat ik geen taart in huis had. Misschien ook nog taart eten. Ja, nou ja, we hebben een broodje hamburger op om te vieren. Dus dat is goed. Nou, ik was zo blij. Ik heb daarna de hele buurt in de fik gestoken. Nou, ik heb nu een schadeclaim van 3,5 miljoen aan mijn zak hangen. Dus dat is wel leuk. Ik was echt blij. Echt genoten. Mijn buren vonden het minder leuk dat ik blij was, maar...
Ja, geen pils gekocht in de laatste dag. Van hebben whisky gezopen en alles. Ja. Vanavond pils? Nee, ik wilde rustig aan. Vanavond pils? Nee, Mark. Ik heb nu 3 dagen gedronken. Ik ben helemaal klaar ermee. Ik kan geen alcohol meer zien. Lucida, je gaat toch verhuizen? Ja, dat is waar. Ik ga toch verhuizen. Dus dat maakt het ook niet uit, alles in de fikstokers. Geen vrienden meer nodig hier. Eens even kijken. Ja, dit wordt hem heel mooi. En dan hebben we daar nog weer een gebouw. De tweede... Nou ja, gedeelte. Mooi hoor. Leuk. Max Instagram is van 6,2 naar 7,3 miljoen volgers gegaan. Nice. Lekker bezig. Ja, dit is leuk. Oké, dan ga ik heel even met de dikke bats. Ga ik even met een dikke bats eroverheen batsen hier. Oh, bats, bats, bats. Zo. Lekker batsen. Bats, bats, bats. Bats, bats. Bats, bats, bats. Mark, lekkere dikke bats. Bats, bats. Bats, bats. Bats, 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 bats. Yeah. Dikke batsers. Oké. Nou, dan hebben we deze dikke batsers hier, want dan kan ik even op de minimap kijken. Hoe het er nou een klein beetje uitziet. Dan valt het zeg maar op de minimap. Als je kijkt, zie je hier aan het pad lopen. En dan zie je deze zo lopen. Dus ik denk dat dit op elkaar aansluit. Daar heb je wat blauwe bloemetjes, een lavapool waar we Mark in kunnen gooien. Wat? That's nice. Dit is vet. Oké, dus we hebben een idee voor dit gedeelte. We gaan daar een mooie brug bouwen. Komt goed. En dan wil ik een haven hebben. Ja, wat? Een haven? Jazeker. We hebben een haven nodig. Hallo, bijtjes. Hier zijn ook veel bijen. Ja, ik wil eigenlijk bijen hebben. Kun jij die opsparen anders? Hoe doe ik dat ook met weer? Met Silk Touch kun je die volgens mij pakken. Ja, Silk Touch, Silk Touch. Als ze erin zitten. En dan gaan we een bijenfarm maken ergens. Ja, maar ik heb geen vuurwerk meer. Ik hoop dat Rob zijn store heeft bijgevuld. Kijk, want hier hebben we al... Ja, dat weet ik niet, maar even kijken. We hebben hier al wel wat natuurlijke grotten lopen, zoals jullie zien. En een boom. Die boom, dit is echt cool. Dus die ga ik weghangen. Halen aan deze dikke boom, weet je wel. Hats en flats. En dan... Maar eerst de campfire eronder, anders vallen ze aan. Ja. Dus, nee hoor, als ze erin zitten, vallen ze in. Als ze erin zitten met de Silk Touch, blijven ze er wel in zitten, dacht ik, ja. Maar als ze er niet in zitten, vallen ze je aan. Dus dat is niet handig. Oké. Maar we hebben hier al echt een vette natuurlijke cave, systeem, shit. World of Tanks, misschien in de toekomst weer. En dat is very nice. We zien, dan kunnen we hier bijvoorbeeld wat vlakken laten lopen, zo. En dan kunnen we gewoon zeggen van, nou, we geven deze straat een naam. Ja, het is wel een hele lelijke straat, een beetje... Ah, de Toto-straat. De Toto-Wolfstraat. Dit is wel mooi. Weet je, gewoon een beetje een lelijke straat. De Toto-Wolfstraat. Dat is wel leuk, toch? Dat is wel nice. Dus dan kunnen we een pad hier omheen laten lopen. Zo heel leuk. La 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 la. Oké, dan kan dit pad loopt hier zo daardoor. Daarheen. Hopla. Hey, Enderman. Motherfucker. Koning ja, Totenstraat? Nee, ja, Totenworfstraat dan, hè. Ja, die zit lekker binnen te chillen, die gast. Ja, klopt. En dan komt hier dus de Het wordt geen Totenwolfstraat, als ik nu te kijken. Het wordt best wel een mooie straat, dit namelijk. Dus het kunnen we beter gewoon de Christian Honor rood. Weet je wel? In Honor of Christian Honor. Hier gaan we zo naar beneden. Dit rare ding hier kan weg. Een heel raar beeldje zo. Lijkt wel een dikke puist op de berg. Dat vind ik gewoon niet mooi. Rob, je shop is leeg. Rob, je shop is leeg, joh. Bal gehakt hoor ik net hier. Rob, dat kun je niet maken, man. Gratis, Darry. Ga even naar hem toe. Zet een bord bij hem neer. Rob, je shop is leeg. Heb je de dennenboom al verplaatst? Rob zit er niet in, Mark. Nou. Ah, hij is niet AFK. Ah, oké. Ah, here we go. De Adrian Newey Road. Ja, dat is ook een leuke. Ja, we gaan hier dus doorheen. Dan krijgen we een soort cave waar we doorheen lopen. Maar deze moet wel even helemaal naar beneden nog. Dus de cave gaan we wat dieper maken hier zo. We zijn nu eigenlijk echt de wegen aan het aanleggen. De wegennetwerk waar we straks allemaal aan gaan bouwen. Zo, dus dan kunnen we dit allemaal eentje lager maken in de toekomst. Hartstikke cool, man. Jeetje, wauw. Echt cool. Vanavond farming. Yeah! En als ik dit mag dan dus deze. Weer gaan boeren. We gaan weer lekker doorboeren, ja.
Laat maar eens even een dikke boer, Mark. Zo, dan moet je even colaatje achterover slaan. Zo, Mark, niet te veel cola achterover slaan. Straks word je dronken, gek. Mark, doe je rustig aan. Komt hier, oh, jongens. Nou, dan gaat hij hooi in één keer. Hoe is een maag inhoudt weer borrelen. Ja, lekker, Mark. Dankjewel voor die fantastische lekkere boer weer die eruit pers. Ik ga zo meteen ook nog even weg. Waar ga je heen? Waar ga je heen, Mark? Even bij mijn ouders langs. Oh! Even socializen. Gewoon even een bakje koffie drinken. Oh, zo, die Mark. En ik neem vis mee voor ze. Ook nog. Even met z'n allen voor wat kibbeling. Lekker hoor. Oh, daar heb ik ook wel zin in. Kijk maar, kom ook even hier langs. Ja, lust het toch even vis? Ja, kibbeling wel. Kijk hier, dan gaan de kibbeling al. Ik een vis lust ik. Even kijken, deze shit weg. Je moet een keer gebakken vis vervoeren in Kroompie's auto. 3 dagen later zit het nog. Ja, dat heb ik toen ook een keer gedaan, ja. Moet heel even kijken. Ik denk dat we hier wel een mooi huisje kunnen bouwen in de toekomst. Waar je dan over de zee uitkijkt of zo. Misschien wel leuk om een huisje zo te maken hier aan de zijkant. Want ik denk niet dat dit mooi is om hier een kade te bouwen. Ja, ik denk dat het beter is. Ik heb wodka op school op gehad. Nice, lekker. Er zaten rond de 400 miljoen mensen gisteren te kijken. De grootste waren Japan, Amerika en Duitsland. Net gezien. Ah, nice man. Dat is best wel veel. Zullen we maar zeggen. Dat zijn er wel een paar. Een klein aantal gezellige mensen. Die keken. Maar ook als je niet keek, ben je misschien ook gezellig hoor. Dus vandaar. Zo, here we go. Latte. Zo, deze hier naar beneden halen. Ik zei dat hier wel is, die olifant. Hij is er wel, die Rob. Tjoen, ja, jongen, een verslaafde hoor. Wat een verslaafde. Ik denk dat het wel gaaf is als hier dus dan een pad komt en dan maken we hier de haven. Dus dan moeten we dat op palen zetten. Ik weet nog niet precies hoe, maar we kunnen hier wel iets bedenken. Oude palen zitten. Mark, wat is dit dan weer? Ja, even rustig, Mark. Meteen weer zo agressief, Mark. Ik word helemaal verdrietig van je. Oké, 1, 2, 3, 4, 5, 6... Gewoon eens kijken. Ik zet gewoon wat dingen neer. Dan weten we een klein beetje wat het is. Pak even deur erbij nu gewoon voor even te tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you so much, Weerwolfgod, voor de 7 maanden sub alweer. Ja, ja, 7 maanden abonnement gekregen. En beter bij de Chromo dan de andere streamers. Hey, elke streamer doet zijn ding en doet leuke dingen. Hè? Dus het is niet dat ik beter ben dan een ander. Maar super bedankt voor je support, Weerwolfgod. Dank je. Dank je wel. Thanks voor je support, man. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hartstikke top. En thanks voor je support. En nou ja, dat dus. Even kijken hoor. Ja, vind ik eigenlijk wel leuk om te doen. En... Oh, wat gaan we nou? Ah ja. Hey Mark! Hey. Oh, top. Ah. Thanks. Ah, oh, i, ah, u, ah, i, ah, ah, ah. Er wacht vanavond een verrassing voor ons komen. De meen je niet, Balky. Wat is er voor verrassing? It's Christmas time? Oh yeah. Nee, we gaan vanavond keihard boeren. Ik heb er echt zin in vanavond in Farming Simulator. Hallo allemaal, hallo. Hallo, hallo. Ik heb heel veel zin in farming. 2, 3, 4, 5, 6. Oké, gaan we hier nog even doen. Moet ik die bijennesten in een kist gooien? Ja, is goed. Zet maar ergens even neer. Ik heb er 2. Ja, top. Oh, oh, oh. Alright. Ik heb nog nooit zo'n drukke maandag gehad. Ah, ja, ja, Rob. Nee, kijk, Mark, geloof je wij niet in, hoor. Hier binnen. Zie je wel. Waar ben je 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hoe noem je mij? Ik weet dat ik hem hoe noem maar. Jij? Ja, kom zo weer. Wat? Hoe noem jij? Oké. Okay. Je moet een boerenemotie maken. Je moet een boerenemotie maken. Oh, zo. Een boer. We kunnen een trekkertje erin plaatsen of zo. Dat bedoel je misschien. Oké, okay, ik teken even hier al een klein ding uit. Welke minimap heb je?
Zero, weet ik veel. Die moet je toch 4 plaatsen maken? Zoiets, I don't know. Ja, 4 van die spruces naast elkaar voor een hoge boom. Hè? Ja. Ja, alleen die boom moet je niet hier op ons eiland plaatsen, die hoge, hè? Ja, ik kom weer neer. Ja, maar dan krijg je lelijke grond, dus je kunt er gewoon 1 plaatsen. Niet 4 bij elkaar. Nee, ik heb maar 1 boom. Ja, is goed. Niet 4 naast elkaar bij elkaar groeperen, want dan krijg je hele dikke rotzooi. Ik heb net 5 steppen teruggebracht. Die kan ze ook gewoon per stuk. Ja, per stuk moet je ze plaatsen. Oké. Okay. Oké, even op de minimap kijken. Ja, krijgen we hier dus een haven met hier een boot, daar een boot. I don't know. Misschien dat we deze toch wat smaller moeten maken. Hello, ik denk dat het wel mooier is als het iets smaller is. Dus dan zouden we misschien aan deze kanten moeten maken. Even kijken hoor, we moeten even wat proberen. Xero minimap, world map. Ja, dat. Ja, bij mij vroeg hij weer om een update. Ik heb het nog niet geüpdate, hoor. Nee, update ik nooit. Alright. Alright. Eppa, zo. Even een paar weghalen hier nog. En dan plaatsen we deze hier. Holy shit, joh. Ik schrik me kapot. Komt in één keer een drowned zombie aan met kerstmanmuts. Op bokken, joh. Balharige balhaar. In dikke, vette, ontplofte balhaarhoofd. Oké, die hebben we hier gebouwd. Oh, nog één, tuurlijk. Nog meer, gezellig. Yo. We willen chrome over drinken. Yo, bok op, boys. Ik ben klaar met jullie, ja? Hey, op bokken. Hey, ik speel dit voor mijn rust, jongens. Bok op. Verschrikkelijke gasten. Wat een kakzooi. Kom op, 1, 2, up. Ah, zo. Alright. Ja, ik schrik me kapot. Ah, oh. Ik schrik me kapot. Ai, ai, ai. Nou, we zien wel hoe we die stijgers maken. Het zal wel... Ach, man, oh man. Hi, Chromo. Speel je ook Farming 22? Oh, ik speel ook Farming 22. Ik vind het een superleuke game. En ik wacht op mijn stuur die met Farming de SciTech Sim Controller. Nice, man. Vet. Ja, het is een lekkere game. Het is leuk om te doen. Sowieso. Ben er helemaal mee eens. Mark ook zo te horen. Die is er ook helemaal mee eens. Dat hoor je wel weer. Nou, ik ben weer wakker. Dankjewel, Thijs. The Iceman. Ik noem je gewoon de Iceman. Want ja, Kimmy is weg. Dus dan moeten we een nieuwe Iceman hebben. Wat had het nou op zijn auto zit? We will leave you alone now? Ja, yeah, we will leave you alone now, Kimmy. Lekkere boel, Mark. Ja, nou, iedereen is wakker, of niet? Iedereen is in één keer wakker nu. Gewoon. Ja, dat is denk ik een texture die op die muts op die hoofden van die gasten. Dun, 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 dun. 1, 2, 3 ertussen. Alright. Die heeft de Nijpot onbeperkt. Maak die even die erbij. Zo. Boah, kijk nou eens jongens. Allah, haha. En weer een GTA video. Yeah! Ja, alleen nu zijn ze wel op. Dus ik moet morgen aan de bak. Maar kom wel weer goed. Oké, okay, dan hebben we even op de kaart kunnen kijken. Krijgen we hier een haven? Dat is leuk. Toch? Goed idee? Hartstikke goed idee, jongen. Jeetje, Chromo. Niet normaal. Echt een goed idee. Dat is cool. En dan hebben we daar dus een ding, een gebouw. Ik weet niet wat nog. Dan moeten we nog ergens wat uitkijktorens zien te fixen. Dus ik weet nog niet precies waar. Ik ben 12. Nice, Damien. Nice. Trine staat te staan, denk ik, als ik het zo zie. Ja. Weet je wat we ook nog moeten doen, Trine? Ja, nou. Als je mij volgt hier. Gaan we langs het huis zo. Hé, hey, een bij. Ja, maar ik kan zijn huis niet vinden. Ah. Maar als we alle bomen weg raken, komen we zelf tegen. Dit water wat wij hier hebben. Zeg maar. Ja. Dit moet doorlopen. Au. En alle bomen hier moeten sowieso nog weg. Het moet wel een beetje natuurlijk maken alleen. Dus ik weet nog niet precies hoe we dat gaan doen. Want er zit hier nogal een dikke cave. Mina. Ja, dat wordt lastig. Maar dit moeten we eigenlijk dus ook allemaal nog weggraven. Oh, wat eng is dit. Ja, nou ja. Eng vind ik het niet. Ik vind het vooral veel werk. Ah, ja. Zo. Dus dit... Maar dit wil je dus allemaal... Ja, maar Mark had beloofd om te helpen. En ruil voor 10 diamonds. Dus die bomen moeten hier allemaal in de sky zie je staan. Die bomen moeten allemaal weg, ja. En we moeten in principe...
Als ik vanaf hier ga en ik kijk op de kaart. Dan kan dit zo weg. Hopla. Hopla. Ja, ik ben jou ook alweer kwijt. Ja, dat maakt niet uit. Ja. Zo, laten we dit even een klein stukje doorlopen hier. Yo, Chromo, wanneer weer voorstaan? Binnenkort. Alleen... Oh, daar is mijn kaart. Hopen dat het goed werkt. Hebben ze die service alweer een klein beetje gefixt bij Forza? Of zijn ze nog steeds aan het kloten? Want dat is een beetje de vraag bij Forza. Nou, als de hele tijd die shit uitvalt, dat is gewoon heel beroerd om te spelen. Kloten, ja. Ik snap niet dat ze dat niet oplossen. Ik snap het echt niet. Dat is echt zo bagger van die game. Dat is echt een topgame, alleen het werkt gewoon bagger. Ja, zo jammer. Jij valt weg of iemand anders valt weer weg. Ja, dat is gewoon niet leuk. Soms laden jullie ook niet goed als ze in die convoy zitten. Dus ja, nee, klopt. Ja, dat werkt heel raar. Ja, zonde joh. Verpesten ze de game echt zo zwaar hard mee. Waar ben jij dan aan het hakken? Ik ben onder de grond aan het hakken. Onder de grond? Ja, ik zit even te kijken. Misschien dat we hier moeten even zien. Ik zie je naam, maar ik weet niet wat je... Ja, ik kom de deur al bijna aan. Dit moet allemaal weg, zeg maar. Dus ik denk, ik hak het al gewoon zelf even zo weg. Pas op voor die creeper naast je. Oh ja, dat komt goed. Zo, hello! Ja, oké, okay, het waterniveau klopt dus wel hier. Lekker hoor. Kijk, nou moet ik dus dit even helemaal zo allemaal weghakken hier. En dit wordt allemaal water, dus dit moeten we allemaal nog weghakken. Er gaat nergens over. Dit wordt echt een lange klus, zullen we maar zeggen. Even steen oppakken. Dus wat ik even nu ga doen is eigenlijk één lange spleet maken. En dan weten we hoe we dit groter kunnen maken in de toekomst. Hoe oud ben je? Ik ben 12. Middels, dit is altijd nog onze eigen server gewoon. Dit is altijd nog onze eigen server. Wij zitten altijd nog op onze eigen server gewoon hier in onze wereld. En alles. We hebben dus hier alles nog. Waar we gewoon altijd al mee doorgaan. Ik ben 12. Dat kun je zo zien inderdaad. Ik ben 12. Dat kun je zien aan mijn hoofd. Ik heb een jonge huid. Dat valt gewoon op. Mark is jaloers op mij, maar dan komt de anti-AIDS crème. Ik gebruik stierensperma als anti-AIDS crème. Dat werkt echt goed, jongens. Gewoon een paar slak op je gezicht. Zeg. Een paar slak op mijn gezicht laat ik af en toe oplopen, weet je wel. Een turbo op mijn gezicht. Oh, ik dacht bloedsuikers. Ja. Even een paar bloedsuikers bij je. Ja, zeker. Dat is goed. Nee, ik wil Toto Wolf liever niet op mijn hoofd hebben, trouwens. Als je het over bloedsuikers hebt. Zo, kijk eens even aan. Deze dikke spleet. Dikke verre spleet, jong. Mark, kun je even slapen? Slapen? Ik zit in het nether. Mark, ga even op een bed liggen in de nether, Mark. Nee, dat moet je tegen Octo zeggen, joh. Waarom? Omdat ik weet dat hij ontploft. Oh. Hij nog niet. Moet je niet verklappen. Wat? Ja, hè? Wat? On my way. Oh, yes! The man, the myth. De Yeardapple. Do again. Dun, 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 voel ik me net wel veilig, zeg maar. Ja, maar er spannen niet heel veel door die nieuwe update. Dus dat is wel relaxed. Het is eigenlijk makkelijker geworden. Ze wilden het moeilijker maken, maar het ziet er niet echt veel moeilijker uit, ho. Maar update 1.18.1. Ja, dat zou kunnen. Ik ga eerst even mijn shit dumpen. Maar Trien, dit moet dus allemaal weg. Kijk, en hier onderdoor loop je zo. Dit moet echt gewoon allemaal tot bovenaan weg. Dus daarboven kijk, het zand. Kijk, boom even. Ja, dat is helemaal goed. Maar dan weet je ongeveer hoe de rivier gaat lopen in de toekomst. Dus ik dump even mijn shit. Ik weet niet, we hebben weer genoeg te doen. Dat is één wat zeker is. Veel te veel. Ah! Oh, vuurwerk. Dikke party. Ik dump even al mijn hout gewoon hier en zo. Is er nog een beetje cobblestone voor mij hier ergens? Dat is er niet, maar dit gaat goed. Merry Christmas! Dankjewel, The Eyes, voor de nieuwe sub met Prime. Dankjewel, man. Thank you so much. En welkom. Welkom nog steeds bij de stream, want je was er net ook al. Maar thanks voor je support. Heel erg bedankt. Thanks. Mag ik even een welkom in de chat hier?
voor de enige echte, The Iceman. The Iceman. Thanks voor je support. Hier, deze voor jou. Ah, lekker. Heerlijk. Nice. Heerlijk even eruit gepeste dikke joepskadoer. Dat is altijd, dat doet het altijd goed, dat weet ik zeker. Thanks voor je support, man. Dankjewel voor je sub. Lekker hoor. Ja, lekker hè. Heerlijk. Hoi Rob. Hi. Hi. Hey Rob. Hi. Hi. Rob, vuurwerk is op. Rob, vuurwerk is op. Ah, ik kreeg al een berichtje door. Mark, je kunt toch een eigen creeper farm maken, jongen? Nee, niet? Broodroof. Mark is lui in Minecraft. Ja, dat is waar. Heb je die muren af, Mark? Nog niet. Oh. Wanneer heb je hem af, Mark? Hoop snel. Wat is snel? Heel snel. Ja, wat is heel snel? 2022. 2024 pas, Mark! Nee, joh. Je moet wel een beetje opschieten, hè? 2024 vind ik wel heel lang, Mark. Mark? Oh. Ja, dat gaat niet hoor. 2024, jongens. Niet te geloven, dit. Oh, man. Hey, oh. Weet je wat je zegt tegen een nieuwe subscriber? Ja, welkom. Hi, welkom. En thanks voor de support. Dat is altijd goed, toch? Hoppa. Maar dit is dus allemaal nog zand nu. En er moet allemaal water worden. Ik heb nu een klein beetje een lijn uitgelegd. Hier zie je. Dus deze hier zo. Wee. En dan kunnen we hier straks doorheen varen. En dan wordt dit eigenlijk als het ware een eiland. Oh yeah, een eiland. Yeah. Ah, lekker. Nice. Heb je wel goed van water? Denk het wel. Moet alleen nog even bovenop. Zal ik eens even de boel weggraven. Even kijken hoor. Zo. Hopla, hopla, hopla. Jong, jong, jong. Hier, pap, 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 pap. Alleen nog een zwevende boom. Moet even de bomen weghakken hier nog. Zo. En dan hebben we ook meteen weer wat hout en zand erbij. Dus dat is op zich wel relaxed. Aan de ene kant, als je een berg weghaalt, je krijgt wel lekker veel spul ervan. Ik haat alleen hoge bomen. Nou, laat dit weer precies. Ik ga mijn spul allemaal dumpen. Ja, is goed. Zo. Moet ik hier dik hard omhoog gaan. Hé, hey, Mark, ben je bij mij? Wat doe je bij mij? Ik ben niet bij jou. Jawel, je staat na... Oh. Oh. Oh nee, dat is Charlotte. Oh. Hangende bomen vragen veel haat. Ja, hangende bomen zijn gewoon haat. Gewoon, ik haat hangende bomen. Ik krijg gewoon spontaan last van... La 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 la. Spontaan zin in een kerstdeuntje. Als ik daaraan denk. Ben je nog wakker? Ja! Ik ben wakker. Ik ben wakker. Thanks voor je support, man. Dankjewel. We zijn wakker. Zeker weten. Jij ook. Vanavond zijn we live met Farming Simulator. Joehoe! Woeptie! Booty, booty, booty. Booty, 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 booty. Rob, heb je nog een beetje droog kunnen houden gisteren met de race, jongen? Nee. Heb je geld? Heb je geld, Rob? Nou, laat ik zo zeggen, de tranen stonden wel in mijn ogen. Ah, yeah, ja, kijk. Ik ook, hoor. Ik denk iedereen wel een beetje, toch? Tenminste, ja. Alle diehard kijkers. Ik had me er een beetje bij neergelegd dat het einde oefening zou zijn. Ik was de enige die nog fanatiek thuis was, zei karma komt eraan, Hamilton ja, krijgt... Ja, ik zei het de hele tijd, de laatste ronde. En ik had elke keer van, nou, zet het kut-tv maar uit, want het is gewoon helemaal kak. Ik had vertrouwen, Rob. Ik had vertrouwen. Ja. Nou, ik had het op een gegeven moment niet meer. Toen had ik zoiets van, nou, ik kijk de race af en ik zie het wel bij het einde. Nee, ja... Ik zei de vorige race al, Senna of Schumacher, die gaan iets doen. Die willen dit niet. Die... Nou, maar we moeten Latifi wel even bedanken. Ja. Hey, maar toen ik die boordradio hoorde, Mercedes naar de FIA. Daar heb ik allemaal niet geluisterd, dus daar weet ik niks van. Laat het niet zo horen. Nou, heb ik niet meer naar geluisterd. Na de finish heb ik niet veel meer gehoord. Oh. Toekomstgamer, dankjewel voor de 11 maanden sub alweer. Thanks voor je support, man. Dankjewel. Heel erg bedankt. Thanks. Dank je. Oh yeah. Ja, kom er zo aan. Ik ben even het zand boven weggraven. Of het goed gaat. Ja. Ja, gaat goed. Dit wordt één grote rivier. Er kan weinig fout gaan, zullen we maar zeggen. Oh yeah. Ik graaf dit allemaal weg voordat mijn schep zo meteen op is. Ah, ik haat mijn schep niet. Mark! Je gore stinkboer al voor jou! Ik word zo depressief van jou, Mark. Ik vies een gore shit altijd. Haal je speciaal voor de stream? Haal je ja, om te boeren. Oh. Niet te geloven. Gewoon puur om te boeren gewoon. En mij te narren, hè, met zijn gore stinkboeren. Wie vinden de boeren lekker?
Ik wist dat hij ging winnen. Ja, ik wist het niet, maar ik geloof in karma af en toe. Weet je wel, het had gewoon niet gekund of zo. Ik heb soms echt het gevoel dat karma of zo bestaat, weet je wel. Ja, jingle bell, jingle all the way. Wie goed doet, wie goed ontmoet, zeggen ze altijd. En ik denk, ja, die Max die doet het goed. Die lekker af en toe een beukje uitdelen. Te veel pech gehad. Dan moet een keer zijn kant opvallen. En daar was hij. Dus ik was... Een magisch moment. Ik was blij met mijn vertrouwen erin. Ja, we tekenen de protest. Want dan kon ik zeggen... Dan... Kijk nou, vertrouwen hebben! Ik vond het echt... het was... Gezellig. Ja. Ja. Ook de buurt in de fik gestoken daarna per ongeluk? Ja, mijn eigen auto per ongeluk. Ah, ja. Lastig. Nee, dat is de enige nog wat bij ons heel is in de buurt, mijn auto. Je eigen auto. Ja, ja, die heb ik even ontweken een keer. Zo, jongens. We zijn een rivier aan het maken voor de mensen die willen even weten wat ik doe. Dit is echt een mega project. It's a pretty big. Trein, dankjewel voor je 100 bits. Grote groenteboer. Ja, daar ben ik dol op, hè. Grote groenteboeren. Dat vind ik gewoon heerlijk. Mark was vroeger... Als Mark groenteboer zou geweest zijn, jongen. Oh, heerlijk, jongens. Hè? Niet te geloven. Robin, Joman. Heb je het museum gezien? Nee. Ik ben bouwen. Maar we gaan wel binnenkort een datum afspreken om een schaatswedstrijd te doen. En dan zien we, zullen we dat daar wel ergens afspreken in de stad. Dus dat gaat goed komen. Jingo all the way. Even rebooten. Ja, Disguise is 22 maanden nu aan het spelen. Het is de eerste keer dat zijn computer opnieuw opstart. Dat hij uitlogt. Dus dat moest even een keer. Dat is een heel ding. Hey, Martijn, dankjewel voor je 100 bits, man. Nogmaals, dankjewel voor je support. Hoe gaat het met je? Hoe is het leven? Beetje een leuk leven? Oké, we moeten nu vanaf bovenaf alles weghakken, Trien. Ik heb zeg maar die eerste gang even gegraven om het uit te schetsen hoe we moeten gaan. Maar nu moeten we vanaf bovenaf alles naar beneden halen. Dan weten we in ieder geval de diepte, zeg maar. Hoe diep we moeten gaan hakken. In the Sky is al veel verder. Binnenkort kunnen we even kijken. Wat? Binnenkort even kijken. Wat? Met de flats en zo. Ja, daar komen we vaak langs. Met mij gaat het goed. Gisteren een leuk feestje gehad. Snap ik. Nice. Lekker bezig, man. Shovel? Wat? Shovel? Au! Kak. Doe je nou weer? Ja, ik val naar beneden. Ik heb pijn. Was een gat onder je. Het doet pijn. Het is niet goed. Heeft Serine weer een gat onder je gegraven? Ja, doodgevallen. Maar moet hij nog breder? Ja, maar dat komt straks wel hoe breed hij moet worden. Ik moet eerst mijn schepsel meteen even upgraden. Oh, dat bedoel je waarschijnlijk met shovel. Shovel. Dus ik ga eventjes hakken nu. En alles upgraden. Ho. Zeg het, lang niet gezien, jongen. Welkom bij de stream, leuk dat je er bent. Merry Christmas, zeg het. Merry Christmas. Gooi weer even de kerstfeer. Dankjewel. Wat een kerstfeer, jongens. Niet te geloven, hè. Je zit helemaal in de kerstvibe hier. Niet te geloven. Thanks voor je support, jongens. Zeg het. Mag ik even een hartje in de chat hiervoor? Zeg het. Welkom bij de stream en alle nieuwe subs. Welkom. Allemaal weer nieuw hier. Vanavond zijn we live met farming. En we gaan nu eventjes wat dingen doen. Thanks. Dankjewel, zeg het. Hier, deze is voor jou. Ik weet dat je ervan houdt. En daar doe je het ook voor, gewoon die scheten. Geen wonder dat jouw hele muur onder zit. Wie heeft mijn blok hier gesloopt? Nee. Ik moest die altijd bukken onder de magma blokken en nu niet meer. Ja, rechtszaak. Rechtszaak tegen Mark. Jingle all the way. Let's go met de hype train. Dankjewel, Ice. Thanks so much, man. Dankjewel voor de support zeggen. Dankjewel. Arme Mark. Ik vermoed nog steeds dat jij bent, Mark. Kijk. Zo, gaan we hier heel eventjes staan. Als mensen nog een vraag hebben, kun je mij nu even een vraag stellen als je wilt. Ja, ik sta nu hier. En dan is het goed. Ga even slapen dan. Als het museum af is, ga ik weer verder met Mexico. Ga je Mexico namaken? Kun je beter Mexico maken?
Axico. Hey, frikandellenmaker. Hey, spijkerbroek Piemel. Oké. Okay. Mijn stad in Mexico. Ah, nice. Mark AFK, Mark, wat ben je doen? Mark. Upload, snel. Oh ja, oké. Niet gevaarlijk doen, hè. Het is hier altijd gezellig met streamen met de chat. Hello, JL Gamer. Dan ga ik ook mee met de Hype Train. Dankjewel, trein. Bingo, all the way. Ho, wat zijn ze? Wie? Ja, tuurlijk, man. Kerstvibes. Ik heb zin in de kerst. Wie heeft er nog meer zin in de kerst? Ik wil weten of jullie zin hebben in de kerst. Natuurlijk. Damien heeft zin in de kerst. Kijk, nice. Volgens mij, Trien, heb je Creeper? Ik wil kerst, weerwolfgod. Ik wil ook graag kerst. Kerst is leuk. Kerst is fijn. Ik heb zin in marsepein. Ik ben echt goed in rijmen. Ik zou rapper moeten worden. Rapper Chromotech. It's your boy Chromo. Wakka flakka. Yakka yakka. En mijn frikka wakka. FC Utrecht, dankjewel voor de 500 bits. Man, wat een kerstbellen. Zo creëren we wel de kerstsfeer. Thanks voor de support, man. Heel erg bedankt. Hier. Kerstruften. Na het kerstdiner. Heb je daar last van? Dan ga je heel veel eten. En dan daarna... Ho, ho, ho. Knal je het eruit. Maar thanks, Utrecht. Ho, ho, ho. Oh, yeah. Mercedes en Hogebroek gaan ze... Oh, dat komt goed, Robin. Hey, Rob. Komt nog goed. Ja. Hoe waren de bordjes op je weg? Binnenkort ga ik als kerstman, ja. De? Ik weet niet of je via de Nether bent gegaan. Ik ben nog steeds live. Dus ik ga niet weg nu. Misschien je shop vasthouden. Ja, maar ik upgrade eerst even mijn tool. Jij wil gewoon weer een rechtszaak hebben. Mark. Wat is er? Wat is hier aan de hand? Moeten we een rechtszaak hebben? Ik sta er klaar voor. Nee, ik heb allemaal bordjes bij me en zet ze vuurwerkers op. Zoals je zei. Is het vernietigen van mijn eigendom? Zo, Mark, zit je nou weer te boeren? Die cola, Mark! Dat ben jij! Nee, dat was ik echt niet! Oké, het was Trine. Het was Trine. Wow. Trine krijgt de schuld van de boeren, het is niet te geloven. Waar is mijn diepsled? Oh ja, beneden, zo laag mogelijk. Een diepsled, ja, lage diepsled. Ik heb al heel veel... Wanneer gaan we beginnen aan een XP-farm in de Nether? Ik denk dat iedereen hem graag wil, maar niemand heeft zin om hem te maken. Ik denk dat we binnenkort een stream moeten inplannen en we gaan maken. Ja, lijkt me een goeie. Met Rob maak je hem. Met z'n allen. Diepsled. Ja, diepsled. Rob fell off the world. Ik kan wel maken. Nou, toekomstgamer, let's go. Have fun. Ja, maak hem. Niemand houdt je tegen. Nee, echt niemand houdt je tegen. Helemaal niemand. Als jij hem maakt, dan maak ik wel de omgeving eromheen weer mooi. Is dit een private server? Ja, dit is onze server. Wat wij maken met de kijkers, de vaste kijkers. Die hebben al bijna een jaar. Nou, in maart. Al langer dan april? Een jaar. Nee joh, helemaal niet. Deze server niet. Ik sinds maart voor maart april? Dit jaar. Ik denk maart? April of zo. Nou, dat kan ik wel zien. Maar ja, daarvoor hadden we andere seizoenen. Dus dit doen we eigenlijk al. Ik speel Minecraft zolang ik YouTube doe. Dus 6 jaar, 7 jaar. Alleen eerst, in mijn eerste server speelde ik het alleen. Daar kwamen heel af en toe wat vrienden bij en het werd steeds groter. Dus zeg maar zo. Hoeveel deep slash heb je gebruikt, heb jij gehad? Ik heb er nog niet zoveel, ik moet nog veel meer hakken. Dus misschien zo meteen even. We hebben natuurlijk een dikke mine loompia gefixt. Als ik op de kaart kijk, oh. Kan ik ook de overworld kaart zien? Als ik in de Nether ben? Nee. Nee? Mark, heb je dat helemaal getest? Weet je dat zeker? Dat zie ik niet. Nee, ja, maar... Het zal misschien wel een knopje zijn. Ja. Ja, dat kun je zien, zegt iemand. Mark, je zit me hier weer voor te liegen! Gadverdarrie! Export is map. Nou, dat maakt ook niet uit. Maar World Tours doen we binnenkort. Die drie streepjes. Oké, de drie streepjes. Oh. Ah, wacht, hier, World Spawn. Hele map weg.
Ja. Nou, toekomstgamer, het is goed met je drie streepjes. ik vind het wel mooi weer. Top. Goed idee om op te drukken. Nu ben je verplicht om de XP farm te maken. Map switch showing option. Ik wil weg hier. Hoe kom ik uit deze weg? Dat is een vinkje wat je moet zetten, hè? Wat, een vinkje? Ja, onder die... die Nou, daar kan ik niet op klikken. Select map. Hier ben ik. Ik confirm. Moet je niet dat uitknopje daar onder jouw... voor mij onder je cam? Map selection. Help! Jongens, dit is niet goed. Ik zie daar een dingetje met een pijltje staan. Waar zie jij een dingetje met een pijltje staan? Dat heb ik het mis. Ah, ik denk dat je... Bij jou onder je cam zie je moet map 2... Ah, map 1. Ja, oké. Map 1. Nou, dat werkt goed. En kun je nu niet dat vinkje aanzetten eronder? Nee, ik heb hem terug. Dat is pech, map weg, ja. Nu ben ik verdrietig. Niet te geloven. Weerwolf God, dankjewel voor je 100 bits, jongen. Thank you so much. En die zegt, Mark! 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 En dat wil ik ook gewoon roepen. Maar ik doe het niet. Ik hou me in. Ik ben netjes vandaag. En je weet het, vanavond Farming Simulator. We komen elkaar nog veel tegen. Ik heb zin in Farming Simulator. Ja, dat is echt jouw game. Ja, Farming Simulator is helemaal mijn game. Zijn roeping. Ik heb die game niet. Bij de oude map kon je wel de overworld kijken. Oké. Okay. Nou, ik heb nog nooit de map opgeslagen, dus dan kan ik de overworld lastig zien. Sorry. Sorry? Waarvoor sorry? Oké, kom op jongens. We gaan lekker door. Yeah. Weet ik nog niet. Ja, wat gaat iedereen eten in de chat? En wat gaat Rob eten dan? Mark, wat ga jij eten? Wat ga jij eten? Ik ga zo naar mijn ouders toe. Ik haal even een zak kibbeling. Maar wat we daarna nog gaan eten, heb ik geen idee. Nou, dat waarschijnlijk niks, Mark. Waarschijnlijk ga je niks meer eten daarna, toch? Geen idee. Ja, wel kibbeling van de visboer, hè? Ja, niet van de diepgevroren troepen. Nee, kibbeling van de visboer. Ah, goed bezig. Witte bonen, broccoli. En jij, Rob? De restjes van het Chinees van gisteren. Oh, kijk. Rob, Chinees. Dus, je hebt gisteren gewoon een Chinees geslacht en die ga je nu eten? Ja. Okay. Het was wel zo makkelijk, die liep toevallig door de straat heen. Ja, en ja. Aan het afsteken, ja, die was fan van Honda. Ja, ik zei, kom jij maar binnen. Ja. Dat zul je net zien, dat overkomt je vaak. Ik ga zelf gemaakte lasagne eten die ik maak. Nice man, eet smakelijk, guys. Ben benieuwd hoe die smaakt. Broccoli gaat iemand eten, broodje vlees, witte bonen, lasagne, spaghetti. Wij gaan nasi eten. Zelfgemaakte nasi natuurlijk wel. Passiebraam, middel, piaatje, kipsaté. Nou, zing even door, Mark. Nog even één keer. Nee, zing hem nog even een keer. Nee. Wat zei je nou? Ik ken dat nummer niet. Zing hem nog even. Ja. Geen idee. Ook met een gebakken ei, Mark. Die was je vergeten. Gebakken ei. Gebakken ei. Nee. Wat? Oh, echt? Dat moet erbij. Mark vindt dat niet lekker, ik ben ei. Niet van gebakken ei. Je hebt bij mij een ei gemaakt, Mark, zelf. Lekker theesaus erbij. Je hebt één keer bij mij gekookt, Mark, toen heb je zelf een ei gebakken. Ja, dat vind ik wel lekker, maar een gebakken ei bij nasi... Dat was een gebakken ei, maar dan niet bij de nasi, Mark. Dat vind ik wel te doen. Wacht even, dus je vindt een gebakken ei lekker, maar een gebakken ei terwijl je nasi eet, vind je niet lekker? Ja, dat wil ik er nooit bij. Dat vind ik dan net weer iets. Hoe kan dit nou? Een lekkere kroephoek, Mark. Ja, ik vind friet wel lekker. Maar als ik een frikandel erbij heb, vind ik friet niet lekker. jouw hersenen, Mark, hoe werken die? Ik heb nog nooit van iemand gehoord die van... Ah, heerlijk gebakken eitje. Ja, ik ga ook nasi eten. Oh, dan vind ik nasi... Oh, dan vind ik een gebakken ei zo vies. Niet te geloven. Oké. Okay. Dus je eet nooit gebakken ei, Mark? Soms. Maar niet bij de nasi. Maar niet bij de nasi, zeg maar. Uitsmijter. Dan maak ik voor de uitsmijter gewoon. En ja, die kun je toch bij de nasi maken, een uitsmijter? Dat doe ik dan van mijn brood en dan mijn kaas. Oké. Maar als je dus nasi maakt, dan vind je het, dan denk je gewoon van, ah nee, geen ei. Nee, dan doe ik er nooit een eitje bij. Oké, dat is heel apart. En je ouders? Die wel. Die wel. Maar jij bent eigenwijs, denk ik, nou, daar ga ik niet aan beginnen, Rie. Dat vind ik te gek. Ben je bijna klaar hier al, want ik zit op jou te wachten. Ja, je kunt gewoon doorhakken. Nee, mijn spullen zijn ook op. Ja, dan kom je hierheen, dan ga je hier ook hakken. Dat komt helemaal goed. Dan
Heb jij weer geen experience? Oh, zo ja. Ik ben bijna klaar, ja. Ik ga een broderie eten met kaas en een broderie? Wat is een broderie? Broderie. Ik denk een broodje dus. Met kaas, kipfilet, kruiden en aardappelkroketjes. Lekker weerwolfgod. Nice. Geniet ervan. Ik laat me verrassen. Kijk eens even aan. Ach, Kerstman. Ja, jouw naam is nou helemaal in de... Hey! Ja, ho, ho, ho. Kerstman, welkom. Leuk dat je weer in de stream bent. Elke kerst komt Kerstman weer even langs natuurlijk. En nu is hij er weer bij, hoor. Dankjewel, Kerstman. Hoe gaat het met je? Heb je druk de aankomende tijd? Heb je zin in de drukke tijden? Oh, mijn god. Ik ben benieuwd of je er een beetje zin in hebt. Mingnang, deng, laka, kinang. Oké. Nee, ik snap je, Jay. Dat is logisch. Ja, nee, dat is leuk. Dat is als nasi zonder een gebakken eitje. Ja. Nee, oké, Trien, jij kan. Hoi, je komt er ook net aan. Hoi. Let's go, Dio. Haha, zeker. Ik ben al maanden bezig met de voorbereiding. Lekker man, Kerstman. Top dat je er bent. Heel erg bedankt voor je support. Leuk dat je er bent. Gezellig, hartstikke nice. Ja, je zult wel druk zijn, ja. Ik snap het compleet. Dit zijn gewoon drukke tijden waar we in leven. Zo, even wat van dit hangen, hakken. Gewoon omdat het kan. Dit is Crummlecraft. Echt de hardste shit die je ooit zult zien. Dat is een server die al heel lang bestaat en niet... offline is gegaan. Nee, wij gaan gewoon door, zeg maar. Wij resetten niks. We go with the flow. Kerstman, zijn er mensen op de stoute lijst? Ja, ik ben wel benieuwd naar. Heb je een boek of zo, Kerstman? Hoe zit dat precies? Wie zet jij op de lijst? Staat Mark erin? Ja, Mark sowieso. Ik ben benieuwd of Mark op de stoute lijst staat. Is Mark lief genoeg geweest voor een cadeautje dit jaar, meneer Kerstman? Ik heb mijn ouders vieren. Ja, maar dan nog. Nee, hoeft niet in de titel, dat is geen probleem. Maar Kerstman, staat Mark in de lijst? Ik ben daar echt heel erg benieuwd naar. Ik ga ervan uit dat Mark er wel in staat. Kampie ook. Nee, hoezo ik nou weer Mark? Ik ben hartstikke lief geweest, ik heb heel veel gestreamd. Ik heb mijn best gedaan. Oké, hier is ons Noorwegen nu. Dit is Griekenland. We did good. We did well. But now we need better. Oh, voilà. Dronken. Mark is heel stout geweest. Ah, dus voor Mark geen cadeautjes. Vanavond, MV, zijn wij zeker live met Farming Simulator. Mark, weer stout geweest. Gadver. Het is ook zo'n zwijnhoend, die Mark, hè. Alles onder te boeren en te scheiden en te kotsen en te pielen en te wielen. Nou, jongens, gaat hij vanavond nog op zijn kant, denk ik. Wie? Farming. Jij. Ik zou bijna nooit op de kant gaan. Zo ben ik niet. Biggetje! Dankjewel voor de sub. Een nieuwe sub, Biggetje! Mag ik even een welkom? Ho, 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 ho. Ho, ho, ho. Biggetje, dankjewel. Ik wilde een applaus aandrukken, maar het zijn scheten geworden. Maar Biggetje, dat past wel bij jou. Weet je wel, als ik een keer op die billen loop te klappen zo. Krijg je allemaal kak en zo, dus op zich, dat past allemaal wel, weet je wel. Dus dat mengt wel lekker, dankjewel voor je support. Welkom bij de stream, leuk dat je bent. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt. Kak, zegt het eerste wat hij zegt. Eerste chat ook meteen. Dus je eerste chat ooit en meteen sub, dit voelt wel als een eer. Dankjewel. Thanks, dankjewel. Dat is een goede zaak, ja. Zo. Oeh. Ik ga even de verwarming aanzetten. Oh jee. Yeah. Ja, dat moet je doen. Verwarming aan? Ja, koud. Zo. Een beetje, hè, dingen erbij, hier en daar. Dan kunnen we... Ik weet niet hoe dit eruit ziet, maar ik denk dat het wel leuk is om gewoon... Even kijken, stel dat we dit hier zouden hebben.
Dus zo. Zoiets. Even een klein beetje aankleden. Kijken hoe of wat, weet je wel. Het is altijd nice. It's always nice. Maar dankjewel voor je support, biggetje. Heel erg bedankt. Welkom bij de Chrome Families. En elke maandag, dinsdag, zondag, maandag en dinsdag live. En vaak ook nog wel vaker. Dus dan weet je dat vast. Maar dat zul je vanzelf wel merken. Thanks voor je supportos. Ben er weer na een tijdje bij, some person. Ik ben blij dat je er weer bent. We misten je al, hè. We moesten allemaal echt... We waren allemaal een beetje aan het huilen. Maar oh nee, hè. Die is helemaal weg. We zijn vet verdrietig. Waar is die nou weer? Zou die aan het poepen zijn? Gaat nog wel gezond? Na Max, alles wat er is gebeurd. Gaat niet meer goed of zo? Dat denk je dan op een uur, hè? Oké. Lastig. Misschien nog hier deze twee zo. Af en toe een beetje sieren erin. Dat zie je leuk. Misschien in het midden nog eentje. En misschien hier nog in het midden eentje. Zo. Hoeveel hebben we dan hier tussen? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Misschien als we dit doen dan zo. 2 hier. Nee, dat is niet mooi. Dat is niet in het midden. Ah, heel lastig. Nou, dat komt wel. We zien het wel. Dat is in ieder geval dat het even iets anders breekt. Gewoon even net wat anders is. Dan kunnen we misschien hier nog wat plantjes neerzetten of zo in de toekomst aan deze kanten. Dat is wel leuk. En hier moeten we gewoon een pad van maken met allerlei soorten kleuren door elkaar heen. Koppelstone of niet. Het moet gewoon alles zeg maar zijn. Dus hier een koppelstoontje plaatsen. Hier een koppelstoontje plaatsen. Snap je? Zo gaan we door. Dus dan maken we een hele... Wiggel, waggel, wiggel, reuze, trappel, lappel. En hier net zo, die paden lopen gewoon zo door ons dorp heen. Zo moet je dat zien. That's nice. That's very nice. That's very, very nice. I like it, it's goed. Dit is top, man. Nou, ik doe hier een torch plaats zo, omdat het gewoon party is. Yes. Dus dit gaat een doorgang worden. We hebben nu in ieder geval een hoop bedacht. Weet je wat, ik ga eerst wel eens even slapen, want het is een beetje donker, anders ga ik dood. Zo. Ik hoef maar kort te slapen en dan vliegen de sterren de lucht uit. Heel apart. Mark gaat dood. Feest. Mark is dood. Nee, er stond weer zo'n geraamte bij me. En dan komen we dus hier zo aan. En dan gaan we hier over naartoe. En dan gaan we hier een brug maken in de toekomst. Weer daar naartoe, naar dat eiland. Ik vind het ook leuk dat gewoon geen één gast meer dood kan gaan door die kak. Nee, ze gaan wel dood. Ja, nee, maar ze gaan niet door de zon dood. Nee, ja, dat net ook. Dat is die kerstmutsje op hebben. Ja. Daar zitten ze in een schaduw, hè? Ja, dus dat mag ik zeggen dat het kak is? Ja, toch? Ja hoor. Oké, gelukkig. Donkere dagen voor kerst. Ja, de donkere dagen voor kerst maken het gewoon wat moeilijker. Maar dat maakt niet uit, een beetje extra challenge is altijd goed. Oké, nu even snel tussendoor. We hebben een storage nodig, want ik wil niet de hele tijd heen en weer vliegen. Vind ik gewoon super hinderlijk. Nou, wil ik... Boven die storage of zo. Boven in het hoofdgebouw. Ja, het kan. Ik zat meer te denken aan... We maken ergens een houthakkershut, ergens een steenhut. En dan maken we dat, zeg maar. Dus hier is onze mine. En dat we dus in deze mine hier dan ook gewoon een plateau maken. Hier of zo. En dat we gaan zeggen, hier is onze kistenopslag voor... Weet je wel? Die richting in. Is dat duidelijk? Nee, is niet duidelijk, hè? Ja, dan moet je bieten, hè? Ja, is niet duidelijk. Mark, is dat een beetje duidelijk? Non. Kill. Is dat niet duidelijk, kill? Nee. Oh. Poornemen, Mark. Oké, ik drop eerst even al die shit gewoon, joh. Ik ben helemaal panisch gestoord van al deze troep gewoon die hier zit. Oké, dit hebben we gedaan. Nice. Dan hebben we deep slate nodig, dus misschien moet ik even wat deep slate gaan hakken. Want we hebben basalt en dat soort dingen, die kunnen we er mooi in mengen straks. Maar deep slate hebben we eigenlijk gewoon niet. Dus deze jongen gaat even wat deep slate hakken. Dan gaan we hier een plateau zien te maken. Ik weet niet of ik lava hou, ik denk het wel, maar ik weet het niet zeker. Maar ik wil hier eigenlijk een plateau maken. Ik vind die lava wel eng daar. Ja, maar daar komen wij nooit.
Ik wil hier een plateau maken die eigenlijk gaat overhangen dus. Zo dat we misschien van hout of zoiets maken. Dat we een soort steiger hebben. En dat we in de cave kunnen kijken. Je snapt me? Alleen ik moet geen... Ik moet geen silk touch hebben officieel. Want daar kan ik geen stairs van maken. Dus ik heb een probleem. Een groot probleem. Want ik heb een silk touch. Maar op zich maakt niet uit. Want we hebben ook gewoon blokken nodig voor wegen en dingen. Dus ik ga het sowieso hakken. De kantrine misschien zometeen ook nog hakken. En dan heeft zij geen silk touch, denk ik. Fortune? Wat heb ik? Heb je Fortune of silk touch? Fortune. Perfect. Dan hak jij de andere blok voor beneden. Dan hak ik nu even wat. Oké. Gerald, als het wat rustiger is met streamprogramma en verhuizen. Misschien kan je dan rust proberen. Oh, rust die game. Dat is een super oude game. Nee, ga ik niet proberen. Heb ik al eens gedaan. Niet mijn game. Het is misschien wel leuk om een keer te doen, maar het kost te veel tijd voor nu. Ik ken de game. Ik heb vroeg gespeeld. Ik heb het ook. Alright. Hier doorlopen. En dan kunnen we dit al wel eens wat mooier maken. Iets meer ruimte creëren. Nou, als die muur af is, dan kan je er zelfs overheen lopen. Dan maak ik er precies een pad tussen. Lekker, Mark. Nice. Goed bezig, jongen. Ik ben echt trots op je. Mark heeft... twee zijtorens. Ja. Een klein gangetje ingemaakt nu. Ja, dan kun je ook... er zo doorheen lopen naar de andere kant. Aight, lekker, Markie. Hey. Maar even met trappen mooi maken, die zijkant. Zo. Daar hou ik die dan nog wel even. Kan hier nog wel een laagje weg. Het is veel grinden. Ja, klopt. De rust kost mij net wat te veel tijd. Maar you never know wanneer wat we in de toekomst spelen. Zeg nooit nooit. Hoplatee. Kijk eens even aan. Dit gaat allemaal nice weg. Dat is de Discord. Als je informatie wil hebben en zo over wat wij doen wanneer we live gaan. Join de Discord. Als je sub bent, kun je de Discord rank sub pakken. En dan kun je met de subs praten. Dan moet je eventjes je Twitch account koppelen aan Discord. Dat dan weer wel. But it's possible. Zo. Perfect. Deze nog hier even weghalen. Hopla. Hier nog misschien even een stukje inhakken zo, dat er iets natuurlijker uitziet. Deze daar nog even weghalen. Wie rent hier in de nether bij mij? Mark! Nee, ik zit hem eigen. Oké. Okay. Oh, dat is wel toekomst. Toekomstgamer. Ik zag zo'n naampje voorbij rennen. Kan ik hier dit weghalen? Ja, denk het wel. Hopla, perfect. Nice. Wat waar? Wie wat waar? I don't know. Wie gaat de kerst vieren? Nou ja, ik ga wel kerst vieren, soort van, ja. Gewoon een beetje bij de familie langs en zo, dat is kerstvieren toch? Ja. Vreten, dat is kerst. Ja. Dat is gewoon het... staat kerst toch uit, alleen maar eten. Nou, dat is het leuke aan kerst toch? Alleen maar kaart eten. Wie gaat er voor 10 kilo aankomen dit jaar nog? Ik. Kak! Als ik het kon, dan deed ik het, maar... Ik. Rob, jij kan het. Nee, echt niet. Jawel, Rob, jij kan het. Sowieso. Geloof me, nee. Oké, Rob kan het niet. Dus dan moet iemand anders... Mark, jij kan het. Nee, ik ga ook te veel eten. Ja, dus jij gaat voor die 10 kilo aankomen. Mark, jij kan ook als een leeuw eten. Ja, jij, Mark vreet voor eten. Twee Afrikaanse landen bij elkaar. Daar gaat nergens over. Ik kan wel eten, maar ik kom gewoon geen gram aan. Ja, doe maar weer cool, Rob. Laat maar weer. Dat is de leeftijd. Ja, laten we maar weer stoppen over Rob, jongens. Die is gewoon weer te pro. Die mag weer lekker eten zonder dik te worden. Die heeft weer geluk. En ik elke ochtend maar een crackertje eten met komkommer. Om maar niet... Ja. Waarom geloof ik daar helemaal geen ene? Ja, dat is echt zo. Ik heb 3 jaar lang crackers lopen kanen. Oh, hij heeft altijd van die krakotten-crackers, zeg maar. Ja, ik heb echt een kakleven. Ik ga gewoon met een plakje kipfilet en komkommer. Ja, om maar niet dikker te worden. En wel biet kunnen zuipen. Een lekkere laag smeerkaas erover. Ja, maar Mark, jij bent gewoon één vette funs die alleen maar vette meuk vreet. Mark is zeg maar als je... Mark is een dichtgeslipte ader. Gewoon een wandelende dichtgeslipte ader. Kijk, met smeerkaas valt er nog wel mee. Ja, maar dit eet jij niet vaak.
Gaan we er. Wat eet jij altijd als ontbijt? Ja, wat eet je altijd als ontbijt, Mark? We weten helemaal niet wat jij ontbijt. De laatste week, de ene keer een broodje, de laatste week is het cornflakes. Oh? En wat met? Ja, wel met chocolade hoor. Ja. Die vind ik het lekker. Ik denk, oh, gezond, daar toch wat chocola. En wat nog meer, Mark? Wat doe je als, want lunch doe je ook nog, neem ik aan? Doe ik wel eens een broodje kaas gewoon, alleen. Oké. Okay. Dat gaat dus lekker, Mark. Yep. Nice, ik ben trots op je. Oh. Oké, okay, dat is een cave. Maar Mark, je hebt wel de gezonde... Wat heb je gisteren gegeten, Mark? Gisteren op werk gegeten. Wat heb je gegeten? Met rijst. Rijst en kip. Rijst en kip op het werk? Ja, uit de Het was nog de trommel. Oh ja, oké. Ik denk van prima. Ja, best. Wij hebben gisteren lekker gezonde. Wij hebben echt gezond gegeten, ja. En eergisteren, Mark, dan? Stoofpotje. Oh, lekker! Ook uit de man de trommel, ja. Oké. Je bent nu echt op een magnetron-dieet. Ik kan niks anders op werk doen. Ik kan wel zelf maken, maar dan moet ik een dag van tevoren koken. Je kunt in de middag eten, toch? Wat? In de middag eten. Ja, doe ik ook. Ja, maar ik bedoel warm. Vind ik niks. Oh, echt niet? Oh, dat lijkt mij juist chill. Als ik tenminste zou... Als ik s'avonds zou moeten werken, zou ik gewoon voor het werk gewoon lekker even bonken. Gewoon denken van, YOLO, ja, Linda! Je moet even kerstboom maken. Ja, Linda, kerstboom maken! Jij kan dat. Ook gewoon, ja, je moet even... Sorry Linda, je moet de kerstboom maken, het spijt me. Wij kunnen het niet, jij bent pro. Hij moet wel staan voor kerst. Ja, anders hebben we ook weinig aan de kerstboom. Maar voel vooral geen stress, morgen moet hij af zijn. Ja. Voel geen druk, hij moet af straks. Krumpie helpt je mee. Ik help niet mee, want Mark helpt. Nee. Nee, ik kan wel even helpen, maar ik denk dat Lin... Ja, dat maakt mij niet uit. Laten we allemaal een kerstbal in ieder geval erin hangen. Nee hoor, Linda, dat maakt niet uit. Ik heb opgeschoten met Rusland. Wat? Rob, met Rusland. Rob is niet opgeschoten. Ben ik rete druk mee, man. Meen je niet? Ja. Mark gaat zeggen dat jij niet opgeschoten bent, maar Mark, wat heb jij gedaan dan afgelopen jaar? Heb je al gekeken, Mark, wat ik gebouwd heb? Ben je wel bij Rob geweest? Hij heeft echt iets moois gemaakt al, hoor. Er staan inmiddels bij de derde toren ben ik mee bezig. Nou, die heeft hij al. Volgens mij had in de skies spullen voor de kerstboom, toch? Ja, naast het gemeentehuis staan als het goed is Leaves. Ja. In de skies heeft van alles 20 triljard te veel, per ongeluk. Heel toevallig per ongeluk. Daar gaat nergens over. Nou, grind genoeg hier. Ja, dat is echt heel veel. Ah, vind ik leuk. Ja, dat bespaarde mij ook een hoop ellende met terracotta hakken. Ja. Nou ja, ik heb het genoeg, maar... Ja, jij wel, man. Here we go, weer verder. Yo, goedemiddag, Florence. How you doing, man? How you doing, man? Vanavond is hij af. Als het... Oh, nou kijk, hij is vanavond al af. Oh. Dan gaan we wel even met kerst allemaal een cadeautje geven. Dus we moeten eigenlijk even loodjes trekken in de Discord. Ik zag wel een Christmas plugin. Ja. Ik heb met cadeautjes, maar ik weet niet... Nee, maar we kunnen gewoon zeggen loodje en dan doen we een kistje met een naam erop. En dan geven we gewoon iemand een cadeau. Ja. Wat bij diegene past. Ja. Dus we moeten even verzinnen hoe we dat gaan doen. Oh, dan weet ik al wat ik aan Mark ga geven. Ja, nee, ja, Mark niet. Maar gewoon... Oh ja, we kunnen ook... Een creeper aan het zoutje. Weet je wat we gewoon doen? We geven gewoon iedereen een cadeau. We doen gewoon allemaal een ding erin gooien. Ik weet niet of dat ook een mod is, maar een poosje waarvan je dronken wordt of zo in de game. Nou Mark, meteen weer dronken worden en zo. Het is nog niet te geloven dit. Oh, is dat leuk voor erbij? Ja, dan kunnen we net zo goed een koffieshop beginnen, Mark, gewoon. En dan weed. In dat geval... De weed mod. Lijkt me wel gaaf. Nou, we kunnen wel een drinkmond of zo doen, maar dan misschien niet bier, misschien wel bier, maakt me eigenlijk niet echt uit, maar... Oh, dit is wel veilig. Oh, er loopt hier ook een onzichtbare Mark. Ik zit boven op je toren. Hé, hey, Mark, ben je ook al bij mij? Nee, ik had wat pijlen. Oh, uit een zombietje.
Ik heb een zombietje. Oh nee, ja. Jij. Hugo! Oude dijenkletser die je bent. Dankjewel voor de 15 maanden sub, jongen. Groet aan Fred Wimpelmeest. Dat dacht ik al. Heb je je hartoperatie nou al gehad of staat die gepland? Of gaan we gewoon tot maart dit vragen en gebeurt het nooit? How it's going? Hoe is het leven? Ik ben heel erg benieuwd. Nope. Nog steeds niet. Man. Wat een gekak allemaal. Er staat nog steeds niet gepland. Nou ja, hopen dat... we hebben toch geen vuurwerk dit jaar. Dus de ziekenhuizen zullen wel leeg zijn straks. Dus dan heb je straks precies met oud en nieuw. Dan is het gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwe hartkamer wordt het dan voor jou. Dan knal je er weer tegenaan. Dan kun je, het nieuwe jaar kun je dan niet beter beginnen. Laten we het zo zeggen. Bagger, man. Pure kaaspoep. Mark left the game. Ja, ik zei dat ik nog even naar mijn ouders ging zo. Oh, ja, dat heb ik niet gehoord. Nee. Ik wist niet dat je boos werd, maar ook, sorry. Selectief ben ik. Ja, nee. Baleman. Maar ik ga even een bonk kibbeling even wegknappen. Oh ja, dat was het, ja. Ja, ja die gaat even kibbeling. Ja, valt mij, hoor. Ik kan meestal dan zo'n familiezak en dat delen met z'n allen. En dat is genoeg voor ons allemaal. De klorretje mayo. Je haalt gewoon een familiezak. Ja, dat delen we gewoon. Lekker. Wel krijg ik dan niet. Weer diamonds. Je hebt er ook helemaal niks aan, dat diamonds, ja, man. Nog meer diamonds, jongen. Hij heeft er diamonds gewonnen. Nee, met diamonds gaan we dingen kopen straks. Ja, dus diamonds zijn nice. Wij hebben zoveel diamonds dat je gewoon niet twee... Heeft er een Fortune 3? Ja, maar we gaan een dure shit maken. Ja, ik heb Fortune 3, ja. Mooi, ik krijg daar niet veel uit. Tuurlijk, Mark. We spelen al een jaar op deze server. Heb je Fortune 3? Tuurlijk. Heb jij geen Fortune 3, Mark, wil je zeggen dan? Ik heb een Fortune 3 en een Silk Touch. Oh, hier, kijk. Hier, Rijke Tata. Die heb je vast wel ingecheat. Gisteren was inderdaad vuurwerk, Hugo. Het was een hele mooie dag. Sowieso. Eindje, Mark. Ik vind dat 12 december gewoon een nationale feestdag moet worden voortaan. Vind ik ook wel. Dat is gewoon... Ja. Maar ja, wel jammer dat het weer in december is. Hè? Wel zoveel feestdagen. Maar vraag me af, hoe gaan jullie het volgend jaar op tv kijken? Nou, op tv? Ja, op tv. Ik ga een abonnementje nemen en ik deel met mijn vader. Oh! Dat kan niet, hè? Dat kan niet. Ik kan twee schermen kijken. Nee. Nee, één device. Eén device. Als jij Viaplay, dat weet ik niet. Jawel, één device met Viaplay. Ja, Viaplay is ook één. En F1 is... Ze zeiden iets van twee schermen, één device. Ja, één device. Twee device, schermen. Maar wel twee schermen. Ik ga hoe dan twee ook devices, maar je kunt er maar op één kijken. That's it, how it is. Dus je moet gewoon een abonnement nemen, Mark. Maar dan kun jij wel betalen, want je vreet elke dag buiten de deur. Als je één keer niet buiten de deur eet, kun je eens een abonnement betalen. Het was verdediger dan er live bij te zijn. Ik wilde nu mijn Ziggo opzeggen en ik wil inloggen. En dit doet het niet, moet ik meteen 15 minuten wachten. Ze weten hoe ze dat daar doen, hoor, die motherfuckers. Echt, jongen. Maar Ziggo, ik ga het gewoon opzeggen, hoor. Maar we sparen in ieder geval wel op een heel jaar. Betaal je net als je iets betaalt, Mark, bespaar je nooit. Nee, ik bedoel, bespaar me wel op er live bij zijn. Ja. Je spaart me de live... 50 euro voor 3 dagen. Wat? Ik snap hem niet. Nee, hij om daar naar de race toe te gaan. Ja, dat is goed. Het is een tv-abonnement goedkoper, ja, Mark. Daar heb je een punt. Ja, dat bedoelde ik. Ja. En het beeld is ook 10 keer beter. Ik denk als je naar elke wedstrijd wil vliegen en je moet zelf betalen, ben je aan het eind van het jaar bijna een ton kwijt. Of 50.000. Al die vluchten. Yep. Hotels, eten. En je kunt niet werken zelf, dus dat is ook top. Het kost je de vrije dagen. Ja. Ziggo is beter dan KPN. Oh, dat zal best. Maakt mij echt geen reet uit wat beter is. Ze elke vragen provider. Allemaal vies veel geld. Elke provider heeft zijn voor- en nadelen. Ik vind het allemaal waste of money. Maar ik ga denk ik ook gaan naar TV Pro, F1 TV volgend jaar. Ja, die gebruik ik eigenlijk het hele seizoen al. Ja, ik ga dat ook doen. Dat is top. Dat is toch ook gewoon Nederlands? Ja, dan kun je zelfs alle talen van commentaar. Oh, kiezen. Nou perfect. Maar het voordeel daar ook nog eens is dat je dus gewoon... Het geluid uit kan zetten. Ook... Stemmen.
Ook dat, maar je kunt ook de complete teamradio één rijder volgen, zeg maar. Ja, nee, maar dat is perfect. Want dan kan ik gewoon Olaf Mol op de achtergrond in die Grand Prix radio aanzetten. En dan kan ik gewoon dat op tv kijken. Want ik vind die nieuwe commentatoren, ja, nee, ik weet het niet. Ik moet misschien gaan wennen. Laten we niet te hard oordelen. Dan komen we met je nou gewoon Olaf en Jack en zo gewend. Ja, die kijk mijn hele leven al. Dus nu ja, denk ik wat anders is, dan is het helemaal poep. Ach, nog meer diamonds. Mark, ga dan naar je ouders toe. Ja, ik ga ook zo. Oké. 20 diamonds, Mark. Tjonge, jongen. Ik heb een colaatje op en dan ga ik. Oké, Mark. Ja, nee, dat is goed. Maar ik denk je bent ze vergeten. Zijn er toch nog niet, dus we moeten nog even wachten daar. Ik kom toch het huis in. Ik wou zeggen. Oh, als ze er nog niet zijn, kun je beter hier nog even gezellig blijven. Want dan is het niet echt sociaal om daar voor de deur te staan zitten. Nee, ik kan het huis in, ik heb een sleutel. Maar moet nog naar de visboer. Ah, je moet nog langs de visboer. De visboer, ja. Je moet nog langs de visboer. Ja, die is om de hoek. Schild. Lekker. Mijn wifi flikkert even uit. Oeh, nee, dat is niet nice. Oh. Wat? Je moet zo even kijken bij die rivier. Ja. Volgens mij is het veel te breed dat ik aan het haken ben. Ai, ai, ai. Ik kom eraan. Ik ben bijna klaar. Jingle bell, jingle all the way. Dankjewel, MV, voor je 600 bits, jongen. Thank you so much. Welkom bij de stream. Je was er net ook al, maar thanks. Mag ik even mijn hoofd met een kerstmanmuts voor MV? Want ik wil graag mezelf met een kerstmanmuts zien. Dat is het eigenlijk vooral. Oh, daar. En vanavond gaan we boeren, MV, dus dan weet je dat vast. Dan gaan we er tegenaan. Oh, yeah. Hey, boeken. Oh, kijk nou eens. Kerstman Krobo. Oh, lekker. Wat zeg je, Mark? In je boerenpakkie toch vanavond? Vanavond? Nee, gaan we gewoon rustig. Gewoon normaal. Lekker boeren. Gewoon lekker rustig boeren. Zit die heen en weer in? Geen gedonder. Gewoon erop of eronder. Eieren verkopen. Eieren verkopen, weer verder gaan. Oh yeah. Lek krijgen van die eieren vervoeren. Gewoon op tijd verkopen. Hallo? Ik ben op zoek naar diamonds. Mijn naam is Kromo. Zijn hier diamonds te koop? Nee. Nou, krijg dan allemaal maar de zaad. Hé, ik ga weer. Zo meteen weer. Ik ga weg. Ik ben boos. Zo, here we go. Daar gaan we weer. Nou, gaan we even terugrennen. Gaan we eens even kijken wat we allemaal hebben. In ieder geval weer een paar blokjes erbij. Verzamelen we altijd goed. Lees je daar eigenlijk de chat van niet-subscribers? Nee, Walter. Niet-subscribers, daar pis ik overheen natuurlijk. Daar heb ik echt gewoon scheid aan. Daar lees ik helemaal. Oh shit, ik lees het nu wel. Tuurlijk, ik probeer van alles en iedereen te lezen. Of heeft maar Discord. Domme vragen of vragen ik denk die ik al 10.000 keer heb gehad, daar lees ik wel soms overheen. Moet ik heel eerlijk zijn. Waar moet de kerstman komen? Aan de rechterkant van het museum, tussen het museum en de... Snap je? Heb je een stadhuis en dan heb je nog een hele ruimte nog aan de rechterkant. Dan kunnen we een hoger, mooie hoger maken. Eet vanavond. Mark. Nice, Mark. Yo, de balletjes. Yo. Touch the dick. Yo. Touch the dick. Oké, yo. User disconnected from your channel. En Mark sloot af met een bah. Ik kijk nu de race terug, nice. Altijd leuk. Deze is de enige race die je gewoon terug kan kijken dat je denkt van oké, dat is nice. Ik heb net de 5 GTA 5 skill test gekeken op YouTube. Nice, dankjewel Matrijn. Top, good to hear. Good to hear, my friend. Yes. Auw. Pittige rookworst of gewone rookworst? Gewoon, doe maar gewone rookworst. Dan doen we al gek genoeg. Jeremy, ja, je weet het natuurlijk nooit, hè. Je weet het natuurlijk nooit. Ik heb nog nooit pittige rookworst. Ik denk dat pittige rookworst misschien ook wel lekker is. Dat zou heel goed kunnen dat dat wel lekker is. Oh, we zijn er. Lekker vinden, want jij houdt wel van pittige. Ja, pittige rookworst. Lekker, pittige. Altijd goed. Ik lig er met koorts op bed. Pascal, wetenschap, jongen. Hopen dat je snel weer de oude bent. Het is altijd taai met koorts op bed liggen, hè. Dan lig je maar zo en denk van, ja, ik kan eigenlijk wel betere dingen doen in mijn leven, maar... Ik zou niet weten wat. Kom je hier even kijken? Yes. Er staat een groot vierkant blok. Moet hij daar komen? Linda, ik kom eraan. Ik kom je redden. Oh. Nee, ik kom ook langs jou dan, hè? Rien wordt gelijk geskipt. Nee, ik kom eerst langs Trine. Au. Kak. Here we go. Wat is het omgekeerde van banaan? Appel. Ja, dit is goed. En dan moeten we dit tot hier weghakken, zeg maar. Wat waar? Dit is de kade. De berg is de kade. Snap je?
Nee. Dit is gewoon de rand. Oh, dus dat moet allemaal nog weg. Ja. Dit steen moeten... dus ook allemaal. Ja. Die moeten we ook nog weg. Maar laten we eerst eens even naar de kerstbomen gaan. Even kijken hoe of wat. Ja, goed bezig, Trini. Goed bezig. Oh yeah. Maar ik weet niet wat een banaan ban uit. Een banaan ban uit. Ja. Of course. Tuurlijk. Jawa, hopla. Here we go. We gaan nu even naar de spawn toe. De spawn is waar de magic happens. Mark is daar gecreëerd. Rob is daar gecreëerd. Het is gewoon de place to be. Ah, als je daar niet bent geweest. Oh. Dan is het leven toch wel kort voor jezelf. Je moet zometeen naar links. Gaat allemaal weer net goed. En gaat allemaal weer net goed. En omhoog. En naar beneden. Zo. And here we are. Zo. Zo, here we go. Ik heb net een scooter gekocht. Ah, ja, dan is het niet leuk om ziek te zijn als je net een scooter hebt gekocht. Dat is niet lekker, nee. Ik snap je helemaal. Ik ben ook blij met Mark's toren nog altijd. Ik mis de boeren nu al. Ja, ik ook. 100%. Hulp er dan ook in. Hallo. How you doing? Oh ja, dat inderdaad. Ik dacht, dat doen we als boom. Ja. Ja, ik denk dat is nice. Toch? Ik heb helemaal niks bij me. Ik zit helemaal vol, dat is top. Maar ja, dit is boom, ja. Even kijken, hebben we leaves staan daar? En oké, we hebben een paar leaves. We hebben bloemen. We hebben witte blokken. We hebben een hout. Oké, we hebben een donkere wood. Zullen we die donkere maar gewoon gebruiken? Dump ik dit hier even neer. Ik wil even een stam... Wat zou een mooie hoogte zijn? Er moet wel een beetje een boom zijn, toch, Rob? Ah, het moet niet zo'n klein... Nee. 3 blokken hoog, 4 blokken breed. Ja. Kijk, als we een beetje gewoon een plateautje maken... Die ene boom hiernaast kan wel weg. Zo. Als we deze hier weghalen, kunnen we al een dik kerstboom bonken hier. Ik kijk straks bij het museum. Ik kan geen twee dingen tegelijk, toekomst. Oké, okay, here we go. Nee, vooral jij niet. Nee, sowieso ik niet, nee. Oké, okay, even een plateautje hebben of zo waar die op staat. De boom. Is misschien wel leuk. Dan is dit de plateau, zo. Kak, bladeren allemaal op, bokken. Oké, okay, die gaat hierheen. Oh. Gnome! Is weer bij de Chroma Family, want meneer Dice Man, die dacht van, nou, nu ga ik gek doen. Nu ga ik even gek doen. Thank you so much voor je support, man. Dankjewel voor de gifted sub, Ice. Thanks. Dankjewel, man. Heel erg bedankt. En heel erg bedankt. En heel erg bedankt. Twee, drie. En twee, drie. En twee, drie. Ik weet niet hoe hoog de kerstboom moet worden. Wat is een mooie hoogte voor een kerstboom? Is dit een beetje een mooie hoogte, Trien? Ja, ik zou wel lekker groot doen. Zo, even kijken van afstandje. Zoiets? Ja, denk het wel. Alright. Ja, deze zeker. Die kan er wel eentje hoger zelfs, hoor. Als je daar bovenop staat, denk je echt vet hoog, maar... Dit ziet er niet heel hoog uit. Oké, nu ga ik even het onmogelijke proberen. Dat is bovenop de kerstboom stil. Zo. Ja, dat ging makkelijk. Ja, het getraind. Here we go. Ja, dat was inderdaad heel makkelijk. Ja, maar iets hoger nog. Ik zou er eens van 60 keer tegenaan vliegen. Zo. Ja, zo is het wel groot genoeg. Okay. Hij kan 300 hoog, hè? Ja, oké, dan doen we zo hoog. Dan heb je een kerstboom. Linda zit ook echt altijd kijken van jee. Hij rond hem dan af op 100. Oké, zo. Is hij op 97? Zo. Ik weet niet of die zo is, maar er komt iets een puntje op. Ja, hallo! Ja, maar oh, vergeet even niet. Dacht ik, maak even een schattig kerstboom. Ja, maar kijk, vergeet even niet dat dit een plateau is, zeg maar. En dat de bladeren beginnen misschien pas hier of zo.
Dus dan heb je al drie winst. Wat zijn nou deze kisten? Dat zijn kisten nog van het gemeentehuis met aankleding en al de stroppende raam. Oh. Maar dan kunnen we hier, op dit plateautje... Zo, hartstikke leuk. Zo, kijk nou eens man, wat fantastisch zeg. Gatsidari. Zo, kijk, maken we even een pad hier omheen zo. Nou, dan zijn we een beetje een plateautje. Kun je ook een beetje om de bomen heen lopen als het ware, weet je wel. En dan moeten we de cadeautjes onder de bomen doen inderdaad. Ja, dat wordt toch vet sfeer, jongen. Linda denkt, nou, even een kerstboompje maken. Zo gepiep, vanavond staat hij er. En nu denkt ze, ja, dit wordt mijn vriend niet meer zien vandaag. Oké, ook leuk. Een keer wat anders. Dat weet ik zeker. Die denkt dat nu echt. Die denkt, ah, zo. Waar ben ik aan begonnen? Ah, ik denk dat het best wel makkelijk is, hoor. Ik denk niet dat het heel moeilijk is om een kerstboom te maken. Want als we gewoon zeggen, we maken één kring. Een grote kring, rond, zo eromheen. Doe je één overslaan, doe je nog een kring. Sla je er weer één over, doe je weer een kring. Oké, wacht, ik ga even kijken hoor. Ik pak gewoon even een paar. Ik moet eventjes dit hout dumpen. Stel, je zou zeggen, ik heb hier. Deze hoogte beginnen we. Dan wil ik er zo meteen wel heel even opstaan, dat is misschien wel slimmer. Oké, kom op. Kijk, we beginnen met beneden. En dat is de grootste kring die we hebben. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dat we er dan gewoon eentje overslaan. Voor die bomen. En dat we dan gewoon een grotere kring maken of zo. Zoiets. Net weer eentje minder lang. Ik weet het niet. Ik moet heel even kijken hoe dat trapsgewijs uitkomt trouwens. Hoor. Dus even kijken. Zo, here we go. Uptime. Ben het dat deze boom er over 2 jaar nog staat? In ja, tuurlijk. Het is een mooie boom. Het wordt echt een mooie boom. Alleen... Ja, ik doe nog eentje zo. Ik kan deze weer weg. Oh, kak. Ik denk dat deze boom ook nog weg moet. Want... Ja, klopt. Er moeten een paar bomen weg. Die kunnen we wel weghakken. Ja, dan ga ik wel even weghakken. Dan doe ik deze even net zo hoog. En dan kan die weer weg. En dan zo doen we deze. En dat was nice, Killer Shark. Very happy. Very happy. Me, very happy. Oké. Dan doen we net zoveel. En die weer weg. En dan deze. Zo. Hi, Tom. Ik denk dat we nog wel breder moeten maken, maar goed. Het gaat even om de vorm die we vanaf de zijkant kunnen bekijken. Zo. Ik ga wel eten. Ja, dat is goed. Maar, Oké, even kijken vanaf de zijkant. Zit een beetje mooi vorm. Ik heb wel wol nodig voor de ballen, zeg maar. Ja, misschien een diamond blok of zo een keer. Maar wol heb ik ook nog wel liggen. Dat komt wel goed. Ik heb ook rode en witte wol, dus... Welke kleur wil je? De Disguise heeft natuurlijk een machine staan. Dat gaat helemaal nergens op. Onze lag machine. Even kijken hoor. Kijk, vanaf hier kan ik daar al helemaal mooi naartoe vliegen. Rood is denk ik wel leuk. Dat is wel echt kerstachtig. Ja, groen zie je niet heel erg. Nee. Rood en wit en geel, alle kleuren. Ja, ik denk alle kleuren. Kai drukt nu op het knopje en daar is uw bestelling. Uit, nog eentje. Oké, die weer weg. Die weer weg. En dan die even hoog. Die even hoog. Die daarbij. Yep. Oké, here we go. Moet ik even bovenop landen hier nu? Nee! Oké, ik lig hier nu tussen. Hartstikke lekker. Ik ben volgens mij net zo hoog als ik net was. Dus dit is een vooruitgang. Yo, Chromo! Dikke opa Spider-Man!
Mooie naam. Opa Spider-Man is sowieso wel echt een naam dat je denkt van ja. Als ik dan een Spider-Man zou willen zijn, dan zou ik wel een opa Spider-Man willen zijn. Dat is wel echt de bom. Even kijken, heb ik er nou twee daar staan of niet? Deze nog even weghaken, bomen, dan hebben we wel genoeg ruimte, denk ik. Die weghalen weer. Deze hier plaatsen. Oké, die kan dan weghakken. En dan hebben we... Deze kan weg. Dan kan die inmiddels er weer weg. Oké, dan kan dit er weg. En dan zal ik dit wel hier weghalen, zo. En dan maken we daar een mooi punt. Wat ben je aan het maken? Even een kerstboom. Want ja, het is kerst. Moet wel een beetje kerstsfeer erin hebben natuurlijk, hè. Zo. Oké. En moeten we er ook nog een beetje natuurlijk maken. Maar dat doen we natuurlijk straks wel vanzelf. Even kijken, een beetje een punt erop. Moeten we nog een piek erop creëren natuurlijk. Lanterns erin hangen, of fakkels of toortjes. Moeten we maar heel even kijken hoe of dat eruit gaat komen. Ja, om de boomstam heen toortjes plaatsen, dat zie je dat licht er doorheen. Ja, ik zou ze precies onder de leaves. Ik heb wel flint en steel, daar lukt het ook wel mee. Precies onder de... Ja, ik vind alles goed. Baboem. Ja, ik vind dit een mooie vorm. Gaat hij iets rond en dan loopt hij het midden iets breed en dan gaat hij bovenin loopt hij zo naar de top. Er zou er daar nog één bij kunnen in de toekomst, dan moet even kijken. En dan moeten we hem even rond maken. Of gewoon driehoek, dat kan ook. Maken we een driehoekboom. Maar daarna kunnen we altijd nog afronden weer. Rob doet altijd al mee, ja. Die host de server ook. Oké, waar heb ik nou mijn spullen gelaten? Want ik had hier mijn eigen spullen weer gedumpt. Ah ja, daar. Ja, nice. Perfect. Moeten we alleen nog even een keer aankleden. Even kijken. Hoe kunnen we dit het leukste doen? Dit is zo. Zo. En dan doen we dit hier zo. Zo. Moeten we even nog een keer een leuk plateautje voor maken. Ik weet nog niet precies wat we gaan doen. Dit loopt helemaal vlak hierop. Dat kun je ook van witte wol maken. Lijkt het een beetje of gewoon sneeuw of zo. Dan ja. Op zo'n wit doekje, zeg maar. Ja, we kunnen hier wel iets, moeten even iets verzinnen. Dat we die dingen eronder kunnen zetten. Maar ja, nu kun je er in ieder geval heen lopen. Nou ja, dat is het eigenlijk. Het simpel is het. Zo maak je een kerstboom in een paar seconden. Yeah, wat voor Minecraft is het? Het is Alien Minecraft. Met alleen maar aliens die uit aarde komen. En die gaan dan hun anus laten zien. En dan zie je het eruit lopen. Deze Minecraft spelen nu. Nou, dan zullen we naar het museum kijken. Ja, la 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 la. Oké. Welkom. Hallo. Oké. Ik ben hier binnen nu. Aha. Kijk, het begint al langzaam wat te worden hier, het museum. Mooie lampjes erin, leuke vormpjes en dingetjes. Nice. Goed bezig. Ik zie een hoop redstone. Dus, maar ik wil eigenlijk nog niet te veel kijken, want hij is nog niet helemaal af. Dan vind ik dat zonde of zo. TG. Museum, oh, afkorting van TG is... Tietgroente. Tietgroente. Dus het tietgroente... Nou, echt een groot gebouw. Jeetje, Nina. Ja, het is afgedekt. Nice. Je raakt gewoon verdwaald. En dan staat er hier nog een mooi gebouwtje. En dat is de vliegschool. Oh yeah. Plateautje met kerstkleuren. Ja, misschien dat we er wel glowstone in kunnen zetten. En dan de redstone lampen. En dat laten knipperen en zo. Is volgens mij hier ook een beetje aan de orde. Dat kunnen we misschien hier nog wel laten knipperen. Dat we een beetje een kerstfeeling krijgen of zo, weet je wel. It's me, Jurian. Hello. Dus als ik nu op de creative kijk. Je hoort, ziet er goed uit, hè. En dan ga ik nu eventjes hier naartoe. Yes, alright. Want ik heb nog één ding wat ik nog moet doen sowieso. En dat is de schaatsbaan bekijken. Tekkit of Hermitcraft doen.
Tekkit of Hermitcraft? Hermitcraft is toch gewoon sowieso al vanilla. Dus dat doen we al, Pascal. Maar je bedoelt mods? Nee. We komen hier wat mods hier en daar in. Maar we gaan niet te verder in doorslaan. Hier gaan we wat leuke mods in doen. Wel Minecraft blijven. Alles? Ik ben wel de opperbaas, hè. Every is de aardappeloppergeklapper. Klaplon. Ik ben wat land aan het ontdekken, dus als je iets lek voelt, dan weet je dat. Wij hebben onze... Oh, nice. Gang ook echt heel mooi al afgemaakt. Heb jij deze village? Deze village is de oude village, denk ik. Nee, niet denk ik. Wat hebben wij mooi afgemaakt? Onze nethergang. Ja, dat moet allemaal nog gebeuren. Die rode streepjes is waar ik ben geweest. Dit is de schaatsbaan. De start en finish. Yeah. Nice. Kaarsjes staan klaar. Bezopie. Iedereen is er blij mee. En dan moeten we denk ik deze kant op. En er zijn dingen afgezet. Dus dan weet je dat je daar niet in moet. Dus daar kunnen we niet in. Dus dan zouden we deze kant op moeten. En er staan hier wat dingen in de lucht. Daar moeten we op schieten denk ik of zo. Ja, hij had targets gemaakt en dan als je die raakte, dan kreeg je een papiertje om te bewijzen dat je... Oh, dat je er was geweest. Checkpoints. Ja. Alright. Hier is dan een beetje wakkerig ijs, dus dit is een lekker dun ijs. Merk je niks van met de schaatsen. Wow. Ja, dat is goed. Er zit nog steeds... Oh, dit heb je even snel ijs gemaakt dan. Nou, hopen dat het niet ontdooit. Express gedaan, ja. Nice. Nee, is goed. Dit is wel vet, ja. Dat je ernaast kan pleuren als je met die boot gaat. En dan kun je hier overheen glijden. Zo, kijk maar rennen, jongen. Daar gaat nergens over. En dan heb je weer een nieuw target. En dan kun je denk ik... Oh, dan gaan we helemaal zo. Het is best wel een grote ronde, hoor. Het lijkt wel een aflevering van Rondo, dit. Duurt zo lang. Oké, okay, here we go. Best program ever natuurlijk. Wie kijkt er allemaal rondo? Ja, wie kijkt het niet, kan ik beter vragen. Ja, hier man. Ja, met die boot ga je super snel eroverheen, dat klopt. Maar ik ga nog niet doen, want anders ben ik aan het trainen. Hè. Ik wil nog niet oefenen. Want uiteindelijk gingen we het volgens mij toch ook met schaatsjes doen. Schaatsmod heb je dan? Ik heb een schaatsmod, dan krijg je schaatsen. En als je dan buiten het ijs komt, dan vertraag je. Oh, dat is vet! We hebben een schaatsmod. Oké, dat wordt cool. Op het ijs ga je 4 keer sneller dan normaal. Oh, dat wordt echt lachen. Dat is echt lachen. Oh, dat wordt echt leuk. We moeten echt een datum prikken. Maar ja, woensdag komt GTA-update. Ja. Dus dat is kak. Want dan ga ik toch even die update doen woensdag. Ja. Ja, dat is vet. Soms kom je wel tijd tekort in de week. Maar dat geeft helemaal niks. Dat maakt helemaal niet uit. We moeten ook even plannen, hè. Want we gaan volgende week dan deze wedstrijd doen. Dan gaan we zorgen dat de server zoveel mogelijk mensen er zijn. Dat is wel leuk natuurlijk, hè. Als je met z'n vieren moet doen... Ja, als je met z'n vieren schaatsen, niet leuk. We moeten wel een soort wedstrijd ervan maken. Dus laten we gewoon heel simpel zeggen... Eerste kerstdag kan ik niet. Tweede kerstdag kan ik niet. Nee, maar als we gewoon een avondje doen. We kunnen dus gewoon zeggen volgende week dinsdag of zo. Volgende week dinsdag. Volgende week dinsdagavond. Minecraft schaats toernooi. Oké, ik heb hem erin staan. Volgende week dinsdag, zet hem in jullie agenda. 21ste. Als er niks tussen komt, de 21ste van december gaan we een schaatstoernooi met Minecraft in de avond doen op een dinsdag. Oké, knoop hem in je oren. Prap, prap, prap. Ik zet het in de Discord, ja, dat komt goed. Dus dat is lachen. Dan gaan we hier schaatsen.
Dan kunnen we misschien nog wat meer barrels aan de zijkant plaatsen. Misschien wat lampjes hier en daar. Een kraampje. Kunnen we nog ietsjes opvrolijken zoals dit. Dat is wel leuk. Wat tentjes maken. Je kunt van die tentjes maken. Zullen we die er ook nog ernaast zetten? Dus dat moeten we nog eventjes van de week oplossen en verder maken. Maar dit is dus de ronde. Ja, dat is best een grote ronde. En het ziet er echt vet uit. Nice, goed gedaan. Mooi gedaan, Sky. Is vet. En nu komen we bij Markiesland. Ja, ja. Dit is Markiesland. En die heeft een muur gemaakt. Wat is dit dan? Een gebakken muur. Wat is dit? Heeft hij toch weer zijn oude mijn gepakt? Oké. Nou, de mijn loopt daar. Je hebt een leuke Xbox-lamp staan. Ja, nice, hè? Is a very nice. Is a very good. Zijn de lampen niet gaan knipperen net trouwens, bij zit ik nu te denken? Kan zijn dat het uitstaat. Oké. Okay. Nou, Mark heeft in ieder geval zijn muur. Hoe lang ben je al bezig met deze map? Sinds vorig jaar. Maart. Oh, nee, sinds maart. Dat is niet vorig jaar. Zo, heeft een gat hierachter zitten hier. Een kriepetje? Nee, je mine. Ah! Oké, okay, volgens mij als ik dit doe nu, dan kan ik dat aanzetten. Goed voor vanavond. Gentlemen, test, test. Ah, update now. Hey Gero, waar had je toch ook een mob farm, of niet? Een mob farm? Nee? Au. Oh. Voor die gunpowder en zo. Voor ja, ja, ja. Onder dat grote gebouw. Wat is dat grote gebouw? Met het oranje dak. Gewoon bij de spawn, zeg maar. Ik ben even wat aan het installeren alles, dus ik kan even niet zoveel zien. Daarom werkte die ook niet. Oké, okay, daar is Noorwegen dan. Dus dan moet ik eventjes... Wee! Dikke bergen, wee! Alright, dan vlieg ik daar overheen. Kan ik dit nog eventjes ontdekken. Hey gentlemen, dankjewel voor je onderbits, man. Update? Ja, nee, ik heb een update van een bepaald programma van die lampen. Normaal gesproken als er een donatie binnenkomt, dan gaan die knipperen, zeg maar. En nu niet. Laat in, laat in. Ja, ja, het zijn allemaal hooggebieden dit. Laat in moeilijk in. Dus dat is goed. Update. Dus dat, ja, die update. Maar woensdag zijn we ook live. Dus 21 december zijn we live met Minecraft schaatstoernooi. En dan voor de rest zien we het wel. Dan gaan wij... woensdag dus waarschijnlijk de GTA-update gaan we doen. So you know. Ah, dat. Leuk, hè? We zijn er weer helemaal uit. Top. Mooi, man. Even kijken of er nog wat veranderd is in New York. Dit is de minimap nu. Zal hier wel wat veranderen misschien. Ja, ik zie hier in één keer wat opkomen. Ja, dat was wel weer. En hier het dak denk ik bovenop. Ja. Later bij Ducky. Oké, okay, tuurlijk. Nice. Looking good. Nice, nice, nice. Tijd dat je veel. Ja, dit is. Ja, wat moet je ervan zeggen? Het is veel stenen bouwen. Hoe gaat het met je bal gehakken? Gaat lekker, man. Opa Spider-Man. Hij gaat helemaal in de cozy flozy plozy nozy. Snap je? Dat is logisch. Ik denk dat hij nou opstart. Zo. And then it must be work again. Mooie stad, sowieso. That's good shizzle. Dit is very nice. Dit is New York. De kade waar je nu kijkt is ook... Ah ja, nice. De kade is klaar. Ah, oh, dat ziet er meteen een stuk beter uit. Is ook alles tot beneden af. Het zweeft nog wel, maar ik it's cool. Ja, vet. Heel gaaf. Oh, en dan komt daar ook weer een gebouw bij, tuurlijk. Oh, dat is wel nice dat het hier afrondt. Ja, dat is heel goed gedaan. Schuin ook en zo. Dat maakt het wel een stukje nicer. Wat cleaner of zo. Dat het niet te ver
hier naar Bout. En dan komt hier natuurlijk nog wat moois. Maar het is wel een mooie kade zo. Ziet er wel echt goed uit. Niet te extreem. Looking good, man. Ja, ik ga beginnen met eten. Ja, is goed. Ik vlieg nog even terug. Yo! En dan moet ik binnenkort nog dat afmaken dan? Wij moeten nog zoveel dingen afmaken. Ai, ai, ai. Farming! Farming, wat gaan we vanavond? Je weet niet hoe laat. Je moet gewoon kijken en dan zie je wel wanneer ik live ben. Je kunt een belletje aanzetten en dan krijg je een melding binnen van... Hey, Kramor's live! En dan ben ik live. Vind je het op een gegeven moment niet heel saai na al dat bouwen? Nee, want als ik saai vind, dan doe ik het niet meer. Ik doe alleen totdat ik saai vind en dan... Ja, vanavond farming, Jurian. Ja, Trine is hier lekker bezig geweest, dus hier gaan we die gang door maken. Oh yeah. Hatzee, batzee. En dan moeten we dus hier, straks in de toekomst... Ik heb hier een mooi sapling, die kan ik nog ergens plaatsen hier. Zo. Deze kan weg. Even dat hout altijd weer handig om te hebben. En het steen kunnen we even dumpen dus nu. Die hebben we net even gehakken. Genoeg steen hier zo over. Allemaal nog vol. Waar is onze mooie steenchest? Is er nog één leeg? Ja. Hopla. Doen we hier even al die steen in. Al die troep. Al die diepsleet. Is er nog diepsleet hier? Nee, denk het niet. Nee, alleen tuf. Dan kunnen we even... Tuf. Even tuffen. Zo, en wat tuften bij een diepsleet. Dat is wel vet. Die even dumpen, die troep. Daar kon je voor mij helemaal niks mee met dat. Nee, dat is gewoon een mooi blokje wel, toch? Ik vind het wel nice in ieder geval. Een mooi blokje. Klinkt wel leuk, maar... Ja, tuffen. Lekker tuffen. Dan hebben we hout nodig. Maar welk hout gaan we hiervoor gebruiken? Ik denk gewoon normaal hout een keer. Die hebben best wel wat, dus dat is goed. En dan hebben we die slabs nodig. En wat we dan gaan doen eigenlijk is heel simpel. We bouwen hier een bepaald plateau waar we naartoe kunnen gaan. En dat zetten we op palen neer. We hebben daar lava, dus moeten we oppassen dat dat niet fout gaat. Hoeft niet te ver, maar wel ietsjes. Oké, dit mag allemaal een beetje dan weggehakken worden nog zo. Hopla. En that's nice. Very good. Moeten we alleen even zorgen dat het niet afvikt. Dat is wel een probleempje. En ik moet zelf niet naar beneden vallen hier met bouwen. Anders moet misschien die lava toch weg. Maar het is wel een mooie bron van licht. Dat is jammer. Dus ik kan niet te ver heen gaan. Ik denk dat als we zoiets gaan, dat het maximum is. Als ik hier al ga bouwen, dan steekt het al denk ik de fik erin. Ik moet even kijken. Misschien al fikt dit, misschien niet. Dat testen we wel even. We zien het vanzelf of het afbrandt. Zo. En dan... Misschien is het wel leuk. Ik ga even zo. Alright, dan kunnen we dit hier zo doen namelijk. Here we go. That's cool. Mijn broer kijkt je farming. Nice man, lachen. Ja, vanavond gaan we aan de farming. Dat is lekker relaxed. I like it. It's nice. We maken als het ware hier eigenlijk gewoon een mega groot balkon. Dus we hakken dit allemaal nog een beetje uit. Of we doen er nog wat dynamiet in of zo. Dan moeten we even kijken. Dan blazen we dit een klein beetje weg. Maar dat je dus kijkt. Dit uitzicht is zo vet. Je kunt daar zo ver kijken. En dat vind ik juist gewoon gaaf. Dus vandaar. Dan kunnen we dit gewoon een klein beetje weghakken. Dat we in ieder geval genoeg, ver genoeg kunnen kijken. En het is vet. Heb je de race gisteren gekeken? Tuurlijk. Ik kijk al knetterlang voor me heen. Die heb ik zeker gezien. Wie niet, kun je beter vragen. Ja, toch. Sommige mensen niet, maar... Alright. Moeten we daar misschien nog een klein beetje weghakken. Dat is cool. En dan hebben we hier straks die gangstoel waar je doorheen kan lopen. Dat is leuk. Prima. Pakken we even wat hout. Maken we eventjes een crafting table. Waar zetten we die neer? Voor nu zetten we die even hier neer. Dan hebben we er minst last van.
Heb ik even wat hout nodig? Maken we eventjes wat slabs zo. Ik weet niet hoeveel slabs ik in de toekomst nodig heb. Doen we die er overheen of erin? Nee, plaatsen we er gewoon in. Dan weten we precies wat de rand is. Zo, die kan weghalen hier. Hopen dat het niet in de fik vliegt nog steeds. Dat is echt de vraag. Ik heb hem dichtbij geplaatst. Het zou me echt niks verbazen dat hij in de fik vliegt. Wat denken jullie? Gaat het in de fik vliegen? Het zou kunnen van wel. Ik hoop van niet. Ik denk het niet. Niet? Jij denkt van niet? Redelijk safe van. Oké. Okay. Ik hoop dat Rob gelijk heeft. Hokje zit je er vanaf? Weet ik niet. Een aantal. Zelfs is. Durf ik niet. Ik ga gewoon wachten. Zo. Misschien is het wel leuk om hier een gat in het midden nog te hebben zo. Met een hekwerkje dat je hier gewoon ook naar beneden kan kijken. Ik denk dat dat wel leuk is. Dat we wel een middenstuk hier hebben. Dat is wel gaaf. Dit is wel leuk om... Daar kun je al wel kijken. Misschien moet ik dan al wel eventjes een stam onder zetten voor de versterking of zo. Dat zou kunnen hoor, dat we deze zo plaatsen. Even kijken, ik had het net ijskoud. Oh, maar ja, je bent er nog gelukkig. Paracetamol erin gaan en door. Paracetamolletje erin, dan gaat het altijd weer goed. Misschien gaan we die simulator wel eens doen. You never know. Glazen vloer. Nee, glas past er niet bij. We zijn een Vikings. En dan aan glas te gaan doen, dat is een beetje apart, zeg maar. Past niet helemaal. Niet helemaal mijn stijl, nee. Oké, dan doen we deze ook nog omhoog. En dan doen we hier gewoon straks hekwerk tussen. En dat wel grappig eruit ziet. En dan wat we hier nog doen, dat komt wel, weet je wel. Kroop je hart aan het werk, zweet het op je voorhoofd. Nou man, poepoe, jeetje, jongen. Niet te geloven, hè. En maar doorbouwen. Zo. Nou, het gaat, valt mee. Zo. Maar dit geeft al wel wat meer een gevoel dat je echt door een mine heen loopt straks. En dan dat steen hier dicht laat lopen. We kunnen dit misschien wel gewoon dichtbouwen helemaal, zeg maar, zo op deze manier. En dat je dan straks hier met de trap in één keer naar beneden loopt, die kunnen we nog wel wat breder maken. Wat breder is wel mooier. Drie breed vind ik altijd wel mooier voor een trap of zo. Vikings met een kerstboom? Nee, dat is de stad. Dat heeft niks meer te maken met de Vikings. Dat is de stad. Dat zijn andere culturen, culturele plekjes en alles. Daar hebben de Vikings hier niks mee te maken. Zo. Perfect. Hotse bonkers. Ja hoor, hotse bonkers. Mooi man. Kijk nou eens. Gatsie, darrie, dikke shizzle. Nou, hier komt dan een ster naar beneden. Trap naar beneden. Trap naar beneden. Jamie, Johan. Oké, dan ga ik even wat hekwerk maken. Want ik heb saplings nodig. Even kijken. Ik heb een paar stickies nodig. Niet te veel. En nee, niet om op te roken. Hotse flats gewoon. Zo, zo, zo. Hekwerk ertussen. Ik gooi even mijn pickaxe op de grond om te kijken of iedereen wakker is. Maar dat denk ik wel. Doen we hier hekwerk zo tussen. Het is op zich wel handig, namelijk dat je in ieder geval hier niet naar beneden kan vallen. Je kunt niet echt goed eroverheen kijken. Lastig. Misschien glas is dan wel weer beter. Ah, ik gooi helaas mijn netherite zwaard naar een creeper. Nee, dat zou ik niet doen. Maar die ontploft denk ik niet, toch? Denk ik. Oké, hier kun je het wel zien. Ik weet het nog niet. Moet heel even kijken. Doe chain. Ah ja, goeie. Kun je daar overheen lopen alleen? Misschien chain, ja. Dat is een hele goeie. Hele goeie. Very good one. Very, 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 very good one. Chain. Dan moeten we even chain fixen.
Hoe doe je dat ook weer? Een paar ingots toch? Dat is niet zoveel werk. Zo. En zo. Ik weet niet wat we hiervan maken, maar het is iets van een lift of zo gaat hier naar beneden in de toekomst. Dus dan weten jullie dat vast. En dan kan hier een trap of zo naartoe, dat je hier naar beneden gaat. En tussen chains, moeten we even zien. Maar ik denk dat het wel leuk is als hier een soort lift naar beneden gaat. Je kunt over train chains lopen. Oké, nou dan weet ik dat. Moeten we niet doen, want dan gaan we dood. Ah, hoeveel mensen kijken meestal gemiddeld? Walter, we hebben soms 400 in de avond, maar in de middag nooit zoveel. Want dan ben ik nooit live normaal. Dus een bonus streampje. Lekker relaxed, lekker rustig. Altijd nice. En Ekkie, en eens Dekkie. Ja hoor. Nou, kom op. Klats hem weer terug snel. Wie kent de blote spekbillen nog? Tuurlijk, dat is de boot. Van GTA. Blote spekbillen woensdag zijn we weer met GTA. Vol gas, update. Dus dan zullen we wel weer blote spekbillen tijd komen. 3 chain. Ik weet niet hoeveel iron we nodig hebben, maar... Hadden we ook wat ingots nodig, dacht ik. En dan hebben we een chain die we kunnen maken. Hoe maken we een chain? Ja, zo. Ik denk wel dat we wat meer chains nodig hebben nog. Oh. Zo, en dan kunnen we nu een chain maken. Zo, pam. 43 chains. Ik neem gewoon... Ja, ik neem deze gewoon nog mee. Hema worst is lekker. Ja, dat sowieso. Hema worst is altijd nice. Hopla, teruggaan. We zijn nog helemaal heel, dus het is goed. Jammer van de GTA-update dat alleen maar online komt. Rockstar laat de singleplay compleet vallen. Ja, die wordt niet zoveel gespeeld, denk ik. En online is toch wel de nieuwe ding, Jos. Ja, dat kennen we als millennial niet natuurlijk. Ik ben zelf trouwens wel meer fan van... gewoon online updates. Want je hebt dan gewoon een verhaal waar je niks zegt. Dat is het enige wat jammer is, ja. Dat snap ik dan wel. Alright. Dan kan dit weg. En dan doen we een chain. Het ziet er wel wat meer... Ja, dit is wel beter. Dit ziet er wat sterker uit of zo. Ah. En dan gaan we een keer doden vallen hier. Dat wel. Maar hoort erbij. Soms ga je dood, soms niet. Maar ik kan hem ook nog hoger maken. Kijk, let op. En dan kunnen we er niet meer overheen vallen. Ik denk dat dat wel nice is. Zo. Dan is er meer een boxring. Maar wel een hele veilige. Zo. En dan kan deze hier nog komen. Misschien is dit wel leuk om te breken dat we hier wel wat hout hebben aan deze kant. Dat het gewoon een soort muur is. En als je dan hier loopt dat je die chain zo ziet. Kijk, zo kunnen we niet naar beneden vallen, maar wel naar beneden kijken. I like it, it's cool. En dan hebben we hier misschien nog één paaltje voor verstevigingseffect. Ja, maar het is geen middelpunt. It's not nice. 1, 2, 3. 1, 2. Nee, het is wel goed. We moeten gewoon goed kunnen kijken. I like it. Ik snap wel wat je bedoelt, maar... Oké, dan komt hier dus een soort lift in naar beneden straks. En dat moeten we dan met kelp doen. Moeten we water naar beneden doen, kelp omhoog laten groeien. Lift? Wat? Een lift in de tijd van de vikingen? Ja, jongen. Een touwlift gewoon. Oh, een touwlift. Ja, jongen. Om de zware stenen naar boven te takelen. Hartstikke belangrijk, Rob. Dat gebeurde toen al, hoor. Ja, ja. Hopelijk. Ik hoop het ook voor. Oké, hier even omhoog knallen. En hier zo nog eentje zo. Zo. Dat is wel nice. Perfect. 2 uur en 23 minuten. Zijn we live. Hebben we goed gezien. Ja, hier komt nog gewoon een soort lift. En dan maken we misschien hier vandaan een plateau weer. Dat je daar naartoe kan lopen. Dus laten we zeggen... Zo. En zo. Zoiets. En dan hebben we die slabs hier tussen.
En dan gaat dat deze kant op zomaar. Dan loopt hij hier door. Hop, hop, hop. Kak, pure poep gewoon. Dit is verschrikkelijk. Yes, laten we doorlopen. En dan... zoiets, denk ik. En de palen hier zo. Zo omhoog. Omhoog zo. En deze gaat dan hierheen. Hebben we wat meerdere verdiepingen of zo hier naartoe? Dan kunnen we er gewoon op alle kanten naartoe. Ach, nog even de kerstvibe erin pompen hier. Ho, ho, ho. Hey, hoe is het? Dankjewel, groene man. Dankjewel voor je sub, jongen. En de lampen deden het weer. Oh, yeah. Thanks, man. Dankjewel voor je support. 9 maanden sub. Hij gaat lekker. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat. Dat is wel fijn op zich, weet je wel. Dat het met iedereen gewoon een beetje goed gaat. Dankjewel voor je support, man. Heel erg bedankt. Zo. Zo. Ik kijk al sinds 2:30. Nice. Hey, thanks voor je support, man. Heel erg bedankt. Dankjewel. En hij gaat lekker. Ik hoop dat het met jou ook goed gaat. I hope. I don't know, but I hope it go good. Alright. Deze change hier tussen klappen zo. Zo. Hoeveel hebben we er hier tussen? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Doen we eentje opzij. Ietsie pitsie symmetrisch, hè? Waar ben je, houtblokkie? Yes, yes, yes. Zo, deze kan hier dan weer weg. En dan kan deze hier naar beneden. 3 breed. Hartstikke leuk. Dit is wel grappig, toch? Dat we hier straks een soort liftje creëren. Ik denk dat wel leuk is. Komt het er helemaal dik als dikke shizzle uit. Hoppa, hoppa. En dan kan hier deze middelste hier omhoog. Zo. En die gaat dan daar gewoon zo in. Als het een beetje als op een versterking lijkt of zo. Hoe lang speel je Minecraft? 10 jaar. Sinds de game uit is. Oké, that's cool. Het enige wat ik nog niet heel mooi vind is dat deze palen hier me net wat te veel detail geven. Dus dan maken we deze even kaal zo. Kale palen. Een kale paal. Hebben jullie in de chat ook een kale paal, jongens? Rob, heb je een kale paal? Had ik mij op dit moment niet over uit. Laten we ons niet over uit, oké. Okay. Ik vroeg nog. Als had ik het nog niet gezegd. Permanentje. Een permanentje. Nou, dat is romantisch. Leuk. De paal ik zelf wel. Oké, sorry. Ik hou van kale palen. Simon. Oké. Apart. Leuk, op zich. Apart op zich niet, maar... goed om te horen. Leuk. Ik zal Mark even bellen. Mark, Simon is wat voor jou. Oké, doei. Nou, dit is wel nice. Deze hou ik wel donker. Want ik denk dat ik wel een beetje dat donker houdt er wel in laat. Dat is wel grappig. Maar dit is wel, geeft al wel een kleurcontrast dat je hier wat lichter hout hebt. Daar wat donker is gewoon alleen de lift. Misschien dat we de lift dan ook gewoon nog licht hout doen. Moet even kijken. Misschien wordt het dan net te licht allemaal. Moet het even zien. Ik weet dat ik één chain vergeten plaatsen. Die heb ik even niet bij me. Moeten we nog maken. Alright. Deze kan hier weg. En dan dit hout. Kan straks daar weer heen. Hopla. 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 Slippies. Stone slippies. Alright. Dan kan die daar weg. Oh. En dan kunnen we misschien nog even andere kleuren hout er ook doorheen verwerken. Zodat het er iets natuurlijker uitziet. Want anders wordt het wel heel geel allemaal. Ik denk een andere soort stenen nog bij. Of hout. Anders is het wel heel yellow allemaal dit, weet je wel. Dus we moeten even kijken. Misschien een donkerdere hout. Ertussen verwerken hier. Dat de kraan weer net een ander is of zo. Zoiets. Oké. Alright. Zo. Moeten we even kijken. Met de kleuren moeten we nog testen. Dus dit is gewoon even een beetje uitvogelen of wat. Maar het is wel gaaf. Misschien dat we hier nog een soort tandwiel of zo boven kunnen maken. Weet je wel. Dat is wel gaaf. Ik ben er vanavond weer. Vanavond, yo man, gentlemen. Zie je snel. Hoe laat is het? Ja, het is inderdaad al
weer Essentide aan het komen. Maar dit is wel gaaf, toch? Het is wel een leuke ingang voor de mine zo. En dan moeten we nog ergens chestroom hebben waar we ons steen allemaal kunnen opslaan. We hebben alle soorten steen, slaan we netjes daar op. Dus dan weten we gewoon voor steen moeten we daar zijn. Ik denk dat dat vet is. Dan hebben we een heel ander soort opslag dan normaal. Wat meer tijd kost het natuurlijk. Hè. De ene keer moet je hier naartoe lopen steen. Hout moeten we weer ergens anders maken. Een houthaksniveau, maar het is goed. That's cool. That's nice. Ik ben er blij mee. Ik hoop jullie ook. Oké, maak nog even een paar chains. Hopla, chains. Hopla. Zo. En... kunnen we nog wel wat meer zo doen. Weet je wel dat het zogenaamd wat sterker uitziet. Dat het hier wat sterker is. Net even een beetje breken alles. Dus dat is wel een leuk schets zo. I like it. It's nice. Ik ben er blij mee. Alleen jammer dat alles afvikt. Rob. Ja, alles af. Oké, dat lava moeten we toch nog een beetje aanpassen hier, dames en heren. Nog niet helemaal soepel allemaal. Het is nog de eerste update natuurlijk, hè. Oh, kak, jongens. Nee. Ah, oh. Nee, niet alles in de fikje. Ah, ah. Ik sta... Nee, stop. Stop, hou op. Leuk middagje werken. Hè? Ja, het was mooi. Het ziet er goed uit. Nee, nee, jongens. Stop nou. Stop nou. Ik wou nog zo zeggen, die ene paal die staat wel heel erg dichtbij. Ja, ja, dat zou ik ook zeggen, Rob. Tuurlijk. Oh, jongens. Al mijn werk voor niks, jongens. Oh, ho, rustig. Oké. Ik hoor nog brand, maar dat is die paal beneden. Dat mag. Nee, nog eentje. Uit. Oké. Nou. Oh, de hooi op! Stop nou! Stop met branden! Stop! Nee, stop! Stop! Oh, nee. Stop nou! Stop maar, begin maar helemaal opnieuw! Ah, dat zeggen ze tegen jou. Oh. Tot zover mijn prachtig idee om dit te bouwen. Van hout naast lava. Je hebt nu wel een mooie uitkijk naar beneden. Ja, ik heb hier nu een gat zitten. Dan kun je net wat beter naar beneden kijken, ja. Oké, ik moet wel de lava iets anders nog sturen. Dat niet die paal in de fik vliegt. Staat het net te dichtbij. Dus dat is jammer. Misschien kan ik wel, als ik dit doe al, dat het in één keer heel anders wordt. Lang geduurd voordat het vlam vatte. Dit kan net een verschil zijn in de toekomst, ik weet het niet. Come on, jongens. Nou, daar kijk ik binnenkort wel naar, want dan wordt toch niks. Dat gaat helemaal fout lopen anders. Dat komt wel goed. Die paal die plaats ik even niet, weet je wel. Dit is geen Viking, maar Viking. Ja, dikke Viking-wereld. Alles in de fik. Fik erin. Maar het idee snappen jullie in ieder geval. Dat is het plan. En dat gaan we doen. Welke kleuren we er allemaal nog in toevoegen? I don't know. We zien het wel. Dylan Boy, hi. Welkom bij de stream. Je kan de instellingen van Firespread uitzetten. Dat is misschien wel slimmer, Rob. Zullen we dat dan maar even naar kijken? Ik zie er niet een meerwaarde van, nee. Van Firespread. Maar daar kunnen we best een keer naar kijken. Behalve dat je hele bouwwerk... Afvikt, ja. Dat is niet echt een meerwaarde of zo, in mijn ogen. Maar, oké. Okay. Ik ga het aanzetten. Gaan we doen. Gewoon Firespreading aan, joh. Ja, nee, maar dan kun je ook open haarten bouwen in houten huizen en zo. Ik zit te denken, dat lukt ook allemaal anders niet echt lekker, hè? Of heb jij het nodig? Als iemand het nodig heeft, Firespread, ja, dan kan die niet uit. Maar naar mijn mening heeft niemand het nodig. Nee. I don't know. We zien het wel. Een meerwaarde zoals een prank. Ah ja, maar dingen in de fik steken doen wij niet. Dus nou, dat gaan we dan weer net niet doen. Hey, Zo zijn wij niet opgevoed. We zijn net de jongens.
Oi, oi, oi. En voor mij mag Firespread wel aan, als die lava maar niet zeg maar de drie blokken er vandaan in de fik vliegt. Ik denk dat dat gewoon meer het is. Dat is meer handig. Maar, vanavond gaan we farming doen, jongens. Rob, ik spreek je zo weer. Ik goed, ga joh. Eten. Yo. Doei. Microphone muted. Wij gaan vanavond met Farming Simulator weer aan de haal. Jawel. Dus, alle mensen die nu zoiets hebben van... Hé, ik wil vanavond weer de stream zien. Vanavond ben ik terug met Farming Simulator. Yes. Oh yeah. Microwave Man. Wat vind je ervan? Ik vind het helemaal cool. Nou, ja, kijk. Ik heb er echt zin in. Maar, iedereen... Bedankt voor het kijken weer naar de stream. Het was gezellig. Heel erg bedankt voor de support vandaag. Dankjewel daarvoor. Vanavond zijn we back in the game. Rond een uurtje of 7 gaan we Farming Simulator doen. We gaan lekker gewoon een avondje lekker knallen. Ik was gisteren niet live, dus heb ik deze vandaag alweer even ingehaald. We zijn alweer 2,5 uur live. Lekker. Dus dat is nice. Ik moet werken vanavond. Je kunt hem altijd terugkijken op YouTube of op Twitch. Dus dan weet je dat. En rond 7 uur zie ik jullie weer. Nu, lekker eten allemaal. Tot straks. Thanks voor het kijken. En muziek uit. Dankjewel, want wij zien jullie vanavond weer. Thanks voor de support en een gezellige chat. Tot vanavond, zet hem in je agenda. Vanavond zijn we er vrijdag, volgende week 21ste zijn we live met Minecraft. Zet die ook even in je agenda. Niet vergeten dat we dan de schaatsbaan gaan doen. En woensdag gaan we de update van GTA doen. Dus check dan mijn YouTube kanaal. Alles erop en eraan. Fred Flintstones, Barry Bokworst. Ga zo maar door. Sjoef, sjoef. Dikke, dikke details. Iedereen, thanks voor het kijken. Tot gauw. Oh yeah. Doeg.